topmanager een idee voor een brand, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar als je niet weet hoe je dat succesvol in de markt kan zetten, dan gaat er niet zoveel gebeuren. En dan is het alleen maar een project wat uiteindelijk geld en tijd voor je gaat vreten. Dus ik heb toen volgens mij gezegd van focus je eerst op het dropship trucje. Houd daar cashflow uit, zorg dat je de skills onder de knie krijgt. En als je dat, als je die learning curve voltooid hebt, dan neem je die skills mee om je brand op te zetten. Als je dat dan hebt, zeg maar, en je hebt ons als coach of je zit in de academy, dat is het voordeel wat je dan hebt, want je hebt die 10.000 euro's per dag dan. Maar waar wij voor zorgen is, dat die hoe maak je van die 10.000, ja, hoe doe je dat niet in één dag, maar in een week bijvoorbeeld. Consistent, referentiekaders meegeven. Want dat is uiteindelijk het doel, om het resultaat consistent te blijven halen, niet één keer. En daarna dat het weer inzakt. Je maakt deze commitment voor de rest van mijn leven. De rest van je leven ben je ondernemer. En het is ook niet per se het doel om de beste dropshipper of de grootste dropshipper te worden. Maar het moet jouw doel zijn om vanuit de dropshipper gewoon steeds een betere ondernemer te worden. Yes, welkom en super tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe podcast. Nog steeds hebben we geen naam voor de podcast. Dus het idee was podcast X, alleen ik voel hem nog niet helemaal. Jullie wel? Nee. Nou, ik denk niet dat hem is. Ik denk het ook niet. Dus, mocht je de vorige podcast maar hebben gezien en denken van oké, deze naam past helemaal bij de podcast. Gooi het ook even in deze comments, want de winnaar van de naam, die krijgt 250 euro. Dus als we jouw naam kiezen, krijg je 250 euro. Yay. Yes. Yes. Maar anyway, welkom. Super tof dat je kijkt. Mocht je niet kijken, maar wel luisteren, raad ik je zeker aan om deze even te kijken op YouTube. Want we zitten hier met een bijzonder gezelschap. Namelijk 1, 2, 3, 4, 5, 6 coaches uit de Dropship Academy. En het leek ons in ieder geval heel erg vet om ook het team van de Dropship Academy meer aan jullie te laten zien. Want jullie zien natuurlijk mij, maar er zit natuurlijk een fantastisch, geweldig team achter. Die op dagelijkse basis andere mensen helpt om een succesvolle business op te zetten. Dus team, welkom. Thanks. Nice, cool. Goed om hier te zijn. Ja, vet. En wat ik vet vind is, de meeste van jullie zijn ook in de academy begonnen. En hebben in een korte tijd een best wel goed resultaat neergezet. Daar gaan we het zo meteen allemaal over hebben. Laten we even een klein voorstelrondje doen. Laten we beginnen bij Mr. Paul. Wij kennen elkaar ook al een tijdje. Yes, ik ben 3,5 jaar geleden begonnen in de Dropship Academy. Met als doel om vrijheid te creëren, om ontslag te kunnen nemen en lekker te kunnen reizen. Ik heb dat behaald in 7 maanden, toen heb ik ontslag genomen. Daarna heel veel gereisd, Dubai, Malediven, een tijdje in Rusland gewoond. Jullie waren ook tegelijk in Dubai toen, toch? Hebben jullie elkaar toen ook gemist? Nee, we hebben elkaar volgens mij net gemist. Ja. Want dat was net, dat was de podcast waar we het de vorige keer over hadden. Het was een hele e-com groep in Dubai, maar jullie hebben elkaar toen net gemist. Ja, klopt. Toen een tijdje in Rusland gewoond, toen naar Barcelona verhuisd en daar wonen we nog steeds. Nu bijna 1,5 jaar. Al die tijd e-com blijven doen en nu is het ook wel tijd om die kennis en ervaring te gaan delen met andere mensen. Mooi. Welkom. Thanks man. Mooi. Ja, nice. Gaaf. Ik ben Sherwin. Ik ben al een tijdje aan het ondernemen geweest. Eigenlijk al 3 jaar. Echt van alles geprobeerd. En sinds 1,5 jaartje ben ik nu bij Dropship Academy. En eigenlijk met het idee om eindelijk een businessmodel te vinden wat mij echt structuur en een goede ondernemer gaat maken, zeg maar. Die veel aan het netwerken is. En dat heb ik na 1,5 jaar mogen vinden. En ik heb eindelijk ook mijn vrijheid daarin gevonden. Succesvol geworden en nou echt een businessmodel gevonden waar ik echt achter sta. En dat wil ik met iedereen gaan delen. Dus vandaar dat ik hier ook zit en ik vind het tof dat ik jullie daarbij kan gaan helpen. Mooi. Yes. Welkom. Thanks. Onze visboer. Ik ben Tristan. Ik ben ook 7, 8 maanden geleden, iets korter dan de rest allemaal, begonnen ook in Dropship Academy. Voor mij is het eigenlijk heel snel gegaan. De eerste paar maanden heb ik heel veel zelf uitgeprobeerd. Toen uiteindelijk heb ik coaching genomen bij Pira. Heb ik heel veel geleerd. En binnen de eerste 2 weken zat ik al op de 12k week. Toen heb ik dat op een gegeven moment doorgepakt. En in januari kun je natuurlijk niet zoveel verkopen, want dan is Chinees nieuwjaar. En in februari zaten we alweer op de 50k. En zo alleen maar doorgebouwd, afgelopen maand 100k. En nu... 100k voor de visboer! Ja, en dat heeft er wel echt voor gezorgd dat ik... Geen visboer, zeg maar. Dus dat
het hele proces heeft mij wel echt heel veel vrijheid gegeven, 100%. En nu ook dan de coaching erbij. Dat is ook onder andere omdat ik heel goed contact met Pira heb gehouden. We zijn ook nog een keertje gezellig samen uit eten geweest. Dus de coaching voor mij was echt een super ervaring. Heb ik echt heel erg van genoten. En nu probeer ik diezelfde ervaring die ik bij Pira heb gehad, zeg maar, die probeer ik nu ook weer bij de studenten terug te geven. Zodat wij hun ook vrijheid kunnen geven. Ja, maar allemaal op basis van jouw recentelijke ervaringen toch ook? Je zit er niet ja, zeker. Ja. Ja. Ja, het is van, ik heb het 6-7 maanden geleden ben ik ook begonnen. En ik weet precies hoe het proces is waar heel veel mensen die nu beginnen met dropshippen ook in zitten. Dus ik begrijp de problemen die ze hebben. Dus ik kan ook heel goed de call begrijpen en de problemen waar ze tegenaan lopen. Dus dat vind ik sowieso super gaaf. En ik krijg er ook altijd heel veel energie van de mensen. Want je praat met mensen die hetzelfde doel hebben die jij afgelopen paar maanden ook had. Dus ja, dat vind ik gewoon super gaaf om te doen. Cool. Nice. Welkom. Ja, in korte tijd heel hard gegaan. En ik zag heel vaak een screenshot van Pira voorbij komen. Van, oh kijk, ik heb zijn baan opgezegd. Ja. En naar Bali. En naar Bali. Ik had hem overtuigd om naar Bali te gaan. Hè? Nice. Ja. Dus hij zo, wat houd je tegen? Ja, mijn baan. Toen zei ik, hoe kunnen we die baan opzeggen? We hebben een bepaald bedrag afgesproken. Ja. Toen we ontslag genomen. Ja, inderdaad. Inderdaad. Heb je toen gelijk je tickets geboekt of is dat uit enthousiasme gelijk je tickets geboekt? Nee. Ik heb wel eerst gewoon een goed plan gemaakt. Want ik ben wel dat ik gewoon goede plannen maak voordat ik zeg maar een beslissing neem, zeg maar. Ja. En dus met Pira het bedrag afgesproken, dat behaald en toen gewoon gegaan. En ja, de rest is gewoon geschiedenis, ja, onder de kast. Nu gaan we naar het volgende doel. Ja, lekker. Ja, ik ben Maarten Kleinsma, 24 jaar en kom uit een klein dorpje in Friesland. Ik ben bijna drie jaar geleden ben ik bij de Dropship Academy al een keer terechtgekomen in de zomer. Dat was met een maatje van me, ben ik daar toen één in de zomer mee bezig geweest. Maar toen gaf ik de prioriteit aan mijn studies, heb ik mijn studies afgemaakt. En zat ik helemaal in een soort van bubbel van... Okay, studies, is meervoud. Ja, ik heb mijn bachelor gedaan op de Unie en daarna mijn master gedaan, daarna ook. En dan kom je helemaal in een soort van... Komt het IQ aan deze tafel, gemiddelde IQ aan deze tafel, een beetje omhoog gekeken. Een beetje top. Ja. Ja. Fuck. Nee, zeker niet. Iedereen is slim master, op zijn eigen manier. Hey, sushi. Ben je sushi nu? Ja, zet maar wat neer, man. Top, ja, praat eens. Top. Sushi ondertussen. En dan toch gaan dropshippen. Ja, uiteindelijk. Ik kwam toen. Je zit daar zo in zo'n bubbel waarbij iedereen je probeert te overtuigen van oké, dit is het beste. Hier ga je het meeste mee verdienen. Ga je een goede baan mee krijgen. En zodoende je het opwerken naar een mooi salaris. Toen ben ik aan de slag gegaan bij mijn eerste werkgever. Wat ook gewoon een goede baan zou moeten zijn. Maar na een jaar kwam ik ook wel achter van dit is echt niet voor mij. En longte ik al wat meer naar weer die eigen business weer terug opzetten. Dus toen na een jaartje was ik daar weer mee begonnen, of iets langer, een jaartje of twee. En toen ben ik afgelopen augustus weer bij de Dropship Academy gekomen. 1-op-1 goal traject genomen. De laatste 3 maanden, 2-3 maanden Pira's coach gehad. Dus was van november ongeveer, denk ik, tot en met februari. Ja. En ik ben door heel veel struggles gegaan. Het zijn allemaal lessen die ik ook graag met jullie thuis wil delen. Maar heb ik eigenlijk gezien dat alles wat ik in de Dropship Academy heb geleerd en het netwerken dat ik kunnen opbouwen met goede vrienden, dat kan ik niet wel zeggen, die in dezelfde game zitten. Echt de laatste maand een stuk harder ben gegaan en met mooie doelen voor het komende half jaar van 6 ton tot 1 miljoen te proberen te draaien. Proberen, dat gaan we gewoon doen. Gaan we dat doen. Mooi team neerzetten, de backend en dan zelf afstand kunnen nemen, meer de CEO rol kunnen pakken en dan gewoon de business uitbreiden. En ik ben heel blij dat ik mijn kennis met jullie allemaal kan delen die thuis zitten te kijken. En je bent hier al een keer geweest natuurlijk, hè? En ik ben hier al een keertje geweest, ja. Ja. Ik heb de eer gehad, wanneer was dat? Eind vorig jaar? Ja, ik denk een halfjaartje geleden of zo. Ja, zoiets, ja. Een halfjaartje terug. Ik heb de eer gehad om ook een andere giveaway, dus giveaways zijn het zeker waard. Maar om hier bij Joshua thuis te zitten voor een mastermind was het toen. En een hele ochtend samen gespendeerd. Heel veel kennis van jou kunnen vergaren, zeg maar, en mijn eigen kunnen maken. En ook dat is een enorme motivatiepijler geweest om door te vlammen. Toen destijds zei ik, ga stoppen met dropshippen, ik ga een brand beginnen. En nu ben ik nog steeds aan het dropshippen en is die brand er niet. En het heeft heel goed uitgepakt. Dus, waarom heb je toen eigenlijk de keuze gemaakt om niet gelijk voor een brand te gaan?
Maar eerst nog te blijven dropshippen. Ja, dat is al een van de beste lessen, denk ik, voor mezelf. Ja, de rest buiten moet ook nog eten. Dus niet alles zeg maar hier in zetten. Wel lekker, dankjewel. Ik denk dat echt, voor mij is dat echt een belangrijke les geweest. Toen had ik best wel tegenslagen. Volgens mij zei ik dat toen ook tegen jou hier, toch? Van, ja. Ga nu niet dat brand starten, want daar krijg je alleen maar gezeik van. Ja, man. Jij had toen... Kijk, je wil eerst... Kijk, op het moment dat je een idee hebt voor een brand, is allemaal hartstikke leuk. Maar als je niet weet hoe je dat succesvol in de markt kan zetten, dan gaat er niet zoveel gebeuren. En dan is het alleen maar een project wat uiteindelijk geld en tijd voor je gaat vreten. Dus ik heb toen volgens mij gezegd van, focus je eerst op het dropship trucje. Haal daar cashflow uit, zorg dat je de skills onder de knie krijgt. En als je dat, als je die learning curve voltooid hebt, dan neem je die skills mee om je brand op te zetten. Ja, exact was dat wat je zei. En... en toen heb je ook nog laten zien een beetje wat jouw product research tricks en zo toen destijds waren. Die heb ik toen ook overgenomen en dat proberen te implementeren. En toen is het eigenlijk een stuk beter gegaan. En dat is inderdaad de les ook van er zaten zoveel tegenslagen eigenlijk aan het begin bij dat het niet lekker ging. Dat ik dacht, moet nu even wat anders proberen, dan gaat het misschien wel lukken. Maar het heeft gewoon laten zien, ook al duurt het soms wat langer, voor de een is het wat sneller. Bij Tristan is het echt super snel gegaan. Super snel, relatief snel ten opzichte van mij. Ja. Heeft mij wat langer geduurd, maar de aanhouder wint altijd. En dat is iets wat... Kijk, dat vind ik ook mooi om nu hier met elkaar bij elkaar te zitten. Om ook de verhalen langs elkaar heen te leiden. Maar iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verhaal, iedereen heeft zijn eigen story, iedereen heeft zijn eigen proces. Maar tegelijkertijd is het eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja. Jij zegt dit nu, ik had een gesprek met Pira vanochtend en Pira die heeft 77 producten moeten testen. Voordat hij uiteindelijk tot de winnaar kwam. Ja, en ik weet zeker, bij iedereen heeft dat, is dat een sukkel geweest. Natuurlijk, bij jou kan het wat sneller gaan, omdat jij misschien, weet ik veel, een beetje geluk hebt. Misschien iets meer dedicated, de wind een beetje mee, zeg maar. Maar je moet het wel gewoon doen. Ja. En voor andere mensen duurt het 77 producten. Bij mij ook wel 70. Je hebt 70 producten. Maar dat is het. Ja. En de meeste mensen komen niet eens bij product nummer 20. Of ze zeggen al van, zie je wel, het werkt niet. Zie je wel, het kost alleen maar geld. Zie je wel, het verzadigt. Zie je wel dit, zie je wel dat. Ja. Op het moment dat je bereid bent om te zeggen van, hey, ik ga er gewoon vol voor. En ik vertrouw 100% in het businessmodel. Dan zie je dat het een kwestie van tijd is voordat je daar succesvol mee wordt. Ja, maar wat je ook over verzadigd zegt. Ze zeggen altijd, producten zijn verzadigd. Oh, dat zeiden ze in 2018 dat kan helemaal niet, want... je kan altijd wel een andere manier of een andere hoek vinden om een bepaald product opnieuw op de markt te brengen. Ja. Dat zie je ook nu, bijvoorbeeld het product dat Pira mee begon, waar hij miljoenen mee heeft gedraaid, die verkoopt nu nog steeds. Ja. Alleen er wordt gewoon op een andere manier, op een andere hoek, wordt het verkocht. Producten verzadigen niet, het enige wat verzadigt is marketing. Als mensen hetzelfde product op dezelfde manier met dezelfde advertentie keer op keer voorbij zien komen, dat gaat uiteindelijk niet meer werken. Maar je kunt hetzelfde product op tig andere manieren kunnen verkopen. Ja. Als je kijkt naar de grote brands die er zijn, in welke industrie dan ook, die verkopen allemaal dezelfde producten. Ja. Die veranderen niet elke keer van assortiment helemaal. Die verkopen dag in, dag uit, week in, week uit dezelfde producten. En die maken gewoon een commitment van, luister, wij gaan deze producten de komende zoveel jaar verkopen, want we zien die potentie erin. En dat zie je met dropship producten ook. Elk jaar, of het nou in de winter is, zijn dezelfde winnende winterproducten weer. In de zomer, als het warm wordt, dan weet je, dan moet je die ad van die airco even aanzetten. Het zijn altijd dezelfde producten. Dus producten verzadigen niet. Alleen als jij nu dezelfde creative gaat gebruiken als in 2020 en dezelfde video's. En iedereen doet het allemaal op dezelfde manier. Met hetzelfde debuutervaart thema. Ja, dat gaat lastig worden inderdaad. Het businessmodel blijft hetzelfde. Dat zal tuurlijk. En het businessmodel wordt alleen maar beter. Ja, exact. Het wordt alleen maar beter. Waarom wordt het alleen maar beter? Mensen gaan steeds sneller kopen online. Het wordt steeds meer in onze gewoonte. Je gaat steeds minder snel naar de fysieke winkel. Alles wordt digitaal. We gaan steeds meer spenderen online. Ja. En aan de andere kant wordt het ook alleen maar beter. Omdat er heel veel concurrentie is. En waarom wordt het alleen maar beter? Het niveau ligt fucking laag. Ja. Het niveau ligt super laag. Als je al een klein beetje anders denkt. Iets beter denkt dan de massa. Dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen. En dan kan je gewoon keihard gaan winnen. Ja. Het niveau ligt super laag. De markt is daar. Er zijn zoveel manieren om te adverteren. Om je producten aan te bieden. Ja. En de meeste mensen hebben geen idee wat ze doen. Ja, het is nu veel uit blind te kopiëren, dat laat ik zeggen 80-90% van de mensen doet. En als je daar al een beetje eigen twist aan kan geven, volgens mij, kan je al gelijk 2-3 keer zo hard gaan als iedereen. En het mooie was misschien ook om daarop in te haken. Ik had bijvoorbeeld mijn eerste winnende product, had ik echt binnen een paar weken had ik die al gewoon binnen, zeg maar. Wat was hem? Het was een smartwatch. Ik ga hem gewoon open en bloot op tafel gooien, het was een smartwatch. Nou, dit weer jongens. Ik doe het in 2017, we hebben 6000 studenten gehad. Weet je hoeveel mensen veel geld hebben verdiend met smartwatches? Ja, precies. En het is dat is het perfecte product, voorbeeld. Ja. Het is een product wat continu terugkomt en toch blijft het gekocht worden. Alleen, wat er bij mij dus misging,
is dat ik mijn creative zelf, ja, die was verzadigd op een gegeven moment. Dus ik had toen een coaching traject bij Pira. En die zei mij gewoon van, hey, ga even verschillende angles testen. Ga UGC laten maken. Maar bijvoorbeeld dit, hè, waar komt jouw creative vandaan? Copy-paste. Copy. Oké, okay, hoeveel keer is jouw creative al gecopy-paste voordat jij hem hebt gecopy-paste? Ja, daar is van. Ja. Ja. Oneindig veel keren. Hoe lang copy-pasten mensen al creatives? Ja. En toch verdien je geld met gewoon copy-paste, knippen, plakken, advertenties online gooien en klaar. Het werkt. Moet je nagaan, als jij gewoon een ziek content team hebt voor hetzelfde product. Je commit jezelf gewoon, ik ga gewoon oneindig veel hooks testen, video's testen, weet ik veel wat testen. Ja, allemaal unieke content. Moet je kijken hoe ontzettend veel geld je kan verdienen met één product. Potentie is oneindig. Ik heb zelfs met die creative, heb ik mijn eerste 50.000 gedraaid. Ja. Om maar even te laten zien dat het gewoon met copy-paste gewoon echt mogelijk is. Pira, die heeft 3,5 miljoen gedraaid. Volgens mij was het een afbeelding en wel wat video's, maar het sloeg ook nergens op. En op je landingspace van een spelfout. Daar moet ik achterkomen. ik had inderdaad de fout gemaakt dat ik op een Duitse site... Excuseer jongens, lekker. Dat ligt niet voor de sier. Oh. Maar ik had op een Duitse... Iedereen. Nee, ik zo handig met die stokjes. Dus even weer een voorbeeld voor de kijkers. Ik heb gewoon 7 maanden die winnaar gedraaid met 8 video's. Weet je? Ja. En gewoon echt miljoenen omgezet. Maar wat ik wel heel vaak zie is dat de eerste video waar je een winnaar mee hebt, blijft altijd het beste presteren. Mm-hmm. Ja. Maakt niet uit hoeveel nieuwe creators je test. Je gaat het outsourcen, je gaat... je eigen content ga je laten maken en die ga je dan testen en denk je, zo, dat is een mooie video, die ziet er echt top uit, daar ga ik zeker, zeker nog harder mee kunnen schalen, of kan ik nog langer mee doorgaan. Ja. En dan ga je hem testen en dan heb je echt slechte resultaten. Alleen wat je dan beter kan doen. Gewoon die andere ook gewoon vaker kunnen dupliceren of in andere landen gaan testen. Ja, inderdaad. Dat is dan zeg maar het beste wat je kan doen. Ja. Maar dat is ook, dat soort dingen, dat weet je van tevoren niet. Nee. Ik ben bijvoorbeeld net als Maarten. Ben ik zie ook... het wel heel vaak. Ja. Dat die eerste, maakt niet uit hoe slecht die is, al is het met een... Engelse ondertiteling of met een slechte kwaliteit. Ja, check. En dan denk ik van nou, als ik dat ga verbeteren, dan moet het keer 10 gaan. Of, keer 5 minimaal. Ja, maar als beginnend. En dan test je het en dan is die eerste gewoon die slechtste video werkt gewoon het beste. Ja. Heeft ook met Facebook te maken, denk ik. Gewoon het algoritme die toch die video op de een of andere manier beter beoordeelt, omdat daar het meeste aankoop op zijn. Denk ik, nou, dit is de beste video en dan is het moeilijk om het weer in te houden. Maar dan zit je al wel in een iets gevorderd stadium, denk ik. Toch? Dan heb je al wel wat ads gedraaid. Dat kun je het wel gaan doen. Ja, maar echt als beginnend student zou je eigenlijk... Ik ben even benieuwd, wat is iedereen zijn eerste winnende product geweest? Nice, goede vraag. iedereen zenuwachtig. Waar is Danny? Weet je het niet. Weet je nog, die dessertlepeltjes? Van die lepels en dan zat er dan zo'n tuutje aan en dan kon je dan zo op je bord. Oh ja, die happy birthdays. Helemaal viral gegaan. Ja, bij mij waren het van die kerstlampjes. Die doe je dan in de kerstboom, dat was tijdens december. Oh, die verschillende lichten. Ja, en dan kun je... die inderdaad. Dat was ongelooflijk. Dat is trouwens een winnaar die al 3 jaar lang... inderdaad. Dus daar zie je het weer van. Maar toch hetzelfde thema uiteindelijk, toch? Mensen willen het gewoon weer kopen. Het is niet dat ze één keer een zin meer hebben aan kerstverlichting of zo. Dat en hoe werd het product beoordeeld door de klanten? Kreeg je veel retouren? Of? Nou, dat viel op zich nog wel mee. Want het is wel zeg maar een verlichting, dus het heeft wel... Ja, een high risk of... Maar het is niet dat ik 50.000 met dat product heb gedraaid. Het was 12.000. Dus ja, dan heb je wel een paar retouren. Maar op zich had ik wel gewoon goede contact met mijn leverancier. En als je gewoon goed contact hebt met je leverancier, kun je gewoon ook gewoon goed afspreken. Doe even een quality check voordat je gaat opschalen sowieso. Want als je dat niet gaat doen, dan ga je uiteindelijk heel veel retouren krijgen. En dan hou je uiteindelijk geen winst meer over. Dus dat is sowieso iets wat wij altijd doen nu binnen ons team. We zien het, het is een winnen, we verkopen 20 producten per dag, gelijk quality check, gelijk van contact met de leverancier, is het wel echt zo goed als wij het verkopen, zeg maar. En als we dat eenmaal weten, dan gaan we hem opschalen, maar als dat niet zo is, dus het is geen goede kwaliteit, dan stoppen we het gewoon. Ja. Maar uiteindelijk, als je dat gaat schalen, dan eet het alleen maar je winst op uiteindelijk. Ja. Dus dat is ook iets waar jullie kijkers sowieso gewoon op moeten letten. Ga niet schalen met een product wat niet van goede kwaliteit is, want uiteindelijk maak je dan gewoon verlies. Je verpest de markt een beetje, want ik denk dat daar, kijk, het dropship model zelf is niks mis mee, het heeft wel een beetje een slechte naam gekregen. Ja. Maar juist door dit soort situaties. Ja, inderdaad. Ja. Waarbij mensen dus geen quality check doen, de producten maar naar de maan schalen. Mensen krijgen allemaal shit binnen. Vervolgens is de klantenservice nergens te beginnen. Ja, inderdaad. Dus ja, dat is gewoon heel belangrijk. Goed contact met je leverancier. Ja. Dat je ook
beetje, dat je echt hier op een rug kan staan, zeg maar. Ja. Dat je ook weet van, ik verkoop dit en het is goed. Alleen omdat in de afgelopen jaren natuurlijk zo is gebeurd met de dropshipping en dat een beetje slechte naam heeft gekregen. Alleen dat was in 2018, 2019. Nu is de markt heel anders. Nu kun je veel beter connecten met leveranciers. Vroeger ging het allemaal via AliExpress. Nu werk je met een agent. Ja. Dus er is gewoon heel veel veranderd. En ja. En ook die leveranciers, deze leveranciers worden ook steeds beter. Hè? Qua communicatie in Engels en zo. Je kan veel beter afspraken maken. En voorheen, als je wil dat je een 1+1 actie of zo had, dan moest je het zo duidelijk communiceren dat niet de eerste 100 orders met verkeerde aantallen werden verzonden, zeg maar. En tegenwoordig ook de levertijd, maat. Mijn producten werden vorige week in 6 dagen geleverd. Van besteldatum in Nederland, hè? Gewoon thuis. Nee, ja. En 3 jaar geleden was dat zeker 14, soms 21 dagen. Soms wel 21 dagen, soms wel. Ja, en ik denk in de toekomst gaat dat nog alleen maar sneller worden. Ja. Het is niet alleen voor ons is dat top, maar ook gewoon voor de klant. Het is niet dat wij, natuurlijk, het is een prachtige geldmachine, maar uiteindelijk wil je ook voor de klanten, tenminste, hoe ik het zie, een mooie journey neerzetten. En dat je ook hun echt tevreden kan stellen met wat je levert. En niet alleen maar, en soms heb je een product dat je verkoopt dat niet de goede kwaliteit is, maar dat weet je van tevoren soms ook niet. En dan stop je met die te verkopen, inderdaad, op een gegeven moment. En als je op een gegeven moment alleen maar wat hoge kwaliteit kan versturen, dan duurt het wel wat langer. Maar zul je ook zien dat klanten dan op een gegeven moment positievere reviews gaan terugzetten naar jou. Dat je op zich echt iets nice en legits neerzet. En dat komt dan ook weer terug in je winst uiteindelijk. Hè? Ja, dus het is gewoon allemaal een soort van spiral waarin je dan in komt. Hoe zit dat precies bij jullie? Want ik merk nu wel door producten zeg maar te dropshippen, waar ik echt achter sta, en die ook echt gewoon goede kwaliteit hebben. Zeg maar. Die check ik ook bij de leverancier. Maar daardoor hoor ik wel vanuit mijn klantenservice naar boven komen dat er echt ontzettend veel positieve reacties vandaan komen. Ja. Van hey, we vinden het echt super tof dat we deze producten bij je kunnen kopen. En sommige mensen krijgen dan in één keer 3 BH's voor een paar tientjes. En die zijn echt ontzettend blij. Ja. Want die hebben gewoon niet zoveel geld te besteden in de winkel bijvoorbeeld om voor 50 euro één product te kopen, zeg maar. Dus als je dan ook nog eens goede kwaliteit levert, dan zie je gewoon dat mensen echt ontzettend blij zijn met wat je aan het doen bent. Dus waar het voorheen misschien een iets negatievere lading had, zeg maar. Ja, denk ik dat het nu echt wel een stuk beter is. Ja. Het hangt vooral af van je productselectie. Ja, ja. Want als je veel in de fashion zit, dan is de kans op het toeren veel groter. Er zijn er heel veel die dat doen. En heel veel hebben echt super grote problemen met holds. Kijk, ik heb zelf ook holds gehad, maar niet van die grote als met fashion. Dat gewoon echt alles op hold staat en dat je 20% of 30% retour krijgt. En dat je alleen maar klachten krijgt over de kwaliteit van het product. Ik heb heel veel gadgets en spelletjes verkocht. En het waren geen elektrische dingen, maar wel gewoon klein en makkelijk te versturen. En weet je, dan kan je gewoon een beetje beoordelen van, hier kan niet zo heel veel mis mee gaan. En dan zie je gewoon dat het aantal retouren een stuk lager is. Als je fashion doet, dan zou ik van weg blijven. Maar goed, er zijn heel veel succesvolle. Maar goed, dan moet je wel gewoon kijken, als jij een goede agent hebt, dan kan het prima. Ja. We hebben hier ook een discussietje over gehad in Barcelona natuurlijk, over fashion. Of wat was het? Nou, dat was niet. Wel in de trein hebben we het er samen over. Ik weet wel dat jij vroeg tegen aan mij van, heb je nou niet zoveel retouren, zoveel issues? Maar ik krijg dus bij mijn leverancier, dagelijks. Laat ik zeggen, als ik nu een product vind, dan heb ik al een paar uur heb ik al mijn quality control. Wordt gelijk een video of foto opgestuurd met de juiste maatbel. Dus daarmee minder ik sowieso een aantal retouren dat je kan hebben. Maar die quality control, wie doet dat? Ja, ik kom natuurlijk doet die agent. Dus, ja. Maar dan krijg je wel gewoon een video van het product. Ja, je kan niet, maar je kan het niet voelen, snap je? Dus, ja. Dus. Ja, je kan altijd. Snap je wat? Dat is zo'n Tinder, weet je. Als je de foto denkt, ja of nee. En als je het in het echt tegenkomt, is het toch altijd een soort van risico. Nee, ben ik erin getrapt. Het ziet er mooi uit. Maar dat is de, wat ik weet niet met wie ik een gesprek had. Van kijk, aan de ene kant weet ik natuurlijk ook, van fashion gaat super hard. 80% van de dropshippers die keihard gaan, is allemaal fashion. Dat weet ik zelf ook wel. Toch raad ik in de Academy aan van blijf uit de buurt van kleding. Ja. Waarom zeg ik dat? Eigenlijk heel simpel. Omdat het voor beginners misschien niet helemaal het product is waar je gelijk je vingers aan wil branden. Omdat als je het goed geregeld hebt, ben ik het helemaal met jullie eens. Als je het goed geregeld hebt, goede quality check, goed retourproces, gewoon echt alles duidelijk, processen gewoon strak. Tuurlijk, gas erop. En dan kan je echt wel die retouren minimaliseren en dat weegt
waarschijnlijk wel op tegen de winsten, zeg maar. Maar als beginner, ik heb het zelf meegemaakt hoor. Ik zat helemaal in de stress. Mijn eerste winnende product, ik was toen fitness guy. Je leggings toch? Huh? Je verkocht die leggings toch? Nou, eerst tanktops, want daar heb ik die rechtszaak mee gehad toen. Of bijna rechtszaak. Ja. Ik vond het altijd heel moeilijk om goede tanktops te krijgen. Net als die bodybuilders van Amerika, dat je net je tepel niet ziet, weet je. Of net wel bij sommige. Ja. En AliExpress was vol met van die vette tanktops. En ik bestelde er zelf ook. Mijn fitnesskleding en zo. Echt fantastisch. Ja. Dus ik dacht van, oké, ik maak een webshop fitness-tanktops.nl. Duidelijke naam, man. Duidelijke naam. Toen zag ik opeens allemaal leggings. Toen dacht ik van, wacht eens even. Volgens mij heeft iedere vrouw die haar fitness doet, heeft zo'n legging nodig. En die leggings zagen er allemaal, iedereen op AliExpress die zo'n legging aan had, natuurlijk zo'n perfecte kont, weet je wel. Ik denk, dat moeten mijn klanten hebben. Ja. Dus ik verkocht op mijn webshop fitnesstanktops.nl. Dacht ik van, weet je, ik ga gewoon een paar van die leggings online knallen. Nou, die leggings gingen als een tierenlier. Ik lekker op reis, digital nomad, Thailand, vrijheid, noem het allemaal maar op. Nou, had ik eerst dat gezeik met die rechtszaak, of het was iets daarna volgens mij. En ik heb nog een foto in een van mijn oude webinars. Al die leggings kwamen terug. Want 1, de maatvoering klopte niet. 2, ik werkte via AliExpress, dus ik had gewoon nul kwaliteitscheck. Alleen die reviews met foto's, weet je wel, dat was mijn kwaliteitscheck. En je pakt die legging zo en je ziet zo, ik kreeg gewoon mails van vrouwen die zeiden van, ja, ik ben aan het squatten en je ziet alles er doorheen. En zo heb je natuurlijk heel veel, kijk, achteraf viel het wel mee natuurlijk, maar zo heb je heel veel horrorverhalen van mensen die natuurlijk heel veel kleding terugkrijgen en retouren en het past niet en al dat soort ellende. Zeker. En daarom zou ik zeggen, in het begin, als je start, probeer het even door te krijgen zonder dat soort risicoproducten. Ja, dat heb ik uiteindelijk ook aan het begin gedaan. Ik ben begonnen, mijn eerste winnen was een kattenballetje dat automatisch rolt. Oh, ja. Ja, dat klikt je op aan en dan begon je zelf wat de kant tussen op te rollen. Nou, dat ging super hard. Maar toen merkte ik op een gegeven moment ook al dat na een paar weken mensen alsnog mailtjes stuurden van, oh, ik heb nu een paar weken gehad, retourbeleid is voorbij, zeg maar. Maar nu stop je in één keer. Dan kan je ook niet echt de juiste quality check doen, omdat je natuurlijk, ja, je kan hem zelf eens een keer aandrukken als hij rolt, dan denk je dat top, hij werkt. Maar als je dat toch na 3 weken er gelijk weer ophoudt, dan is het een ander verhaal. Dus ik heb toen wel met heel veel gadgets en zo geprobeerd. Dus ik begon het businessmodel te snappen en hoe alles werkt met adverteren en productpagina's en je store design en noem maar op. En toen hoorde ik in mijn netwerk hier van mensen net die veel fashion zaten. Die zeiden van, ja, wij zijn allemaal ook gadgets begonnen, maar nu zien we dat de fashion, als je het goed inricht zoals je zei, dan kan het best wel lucratief zijn. Dat is ook de reden dat ik het gedaan heb. Maar ik kan ook heel goed begrijpen dat heel veel mensen gewoon doorgaan met die gadgets, omdat je dan het retourbeleid is toch wat beter. En ja, je kan soms ook veel sneller een winnen vinden als je een beetje de juiste, als je een idee hebt wat voor gadgets werken, dan kan je ook super hard gaan. Dus het maakt denk ik niet eens uit waarmee je uiteindelijk eindigt, want het kan allebei super hard gaan. Maar als je maar gewoon iets met begint, met het minste risico, dat is hetgeen wat jij nu ook zei. Ja. Want je hebt in het begin ook nog niet de juiste mindset. Als er dan opeens 20 producten retour komen, we beginnen ze helemaal mental. We worden helemaal gek. What's happening? Ja, ook omdat ze bij je thuis komen natuurlijk. Ja, ja, precies. Ja, ze staan, dat bij ze opstaan. Wie heeft wel eens een boze klant voor de deur gehad? Ja. Wel bedreigend. Wel bedreigend. Ik heb van, ik kom naar je toe. Maar dat is het. Ik heb ook zoiets doms gehad. Ik heb echt iets doms gedaan. Eerst. Ik had... In de Academy geven we natuurlijk templates voor alles. Dus ook retourformulier. Dat weet ik nog. Ja. Die weet jij nog wel, denk ik. Ik had een case study shop. In die tijd, zeg maar, 2018 was dat denk ik. Toen werkte niche stores, werkte altijd heel goed. Dat was zeg maar de tijd zonder concurrentie. Dus mijn strategie was gewoon, en die strategie werkte toen de tijd heel goed. Van je pakt gewoon een niche zoals Bulldogs. En je pakt gewoon elk product dat met Bulldogs te maken heeft. Je adverteert dat op Facebook naar mensen die Bulldogs leuk vinden. En voilà, je hebt een... Zo makkelijk ging dat op dat moment. Ja, echt letterlijk. Dus ik had een case study webshop bulldoggy.nl. En die liet ik ook gewoon zien. En ik liet zien hoe ik producten zocht, hoe ik adverteerde, hoe daar sales uitkwamen, data analyseren. Een hele case study gedaan. Dus wat deden mensen? Die mensen die downloaden gewoon het retourformulier van bulldoggy.nl en klapten dat op hun eigen website. En in die tijd stond mijn bedrijf op het adres van mijn ouders. Dus wat gebeurde er? Mijn moeder, die kreeg elke keer van die retourtjes van allemaal mensen uit de Academy. Dus je had na een tijdje gewoon zo'n ding op de papiertje op de deur geplakt van alle dingen van bulldoggy.nl, graag niet afleveringen.
Maar ook echt klanten gehaald die bij je langskwamen of zo? Daar heb ik ook een paar over gehad van mensen die gewoon aankomen bellen met het pakketje en zeggen van nou, dit is het adres blijkbaar. En, Nee, volgens mij niet. Ja, ik was ook heel vaak niet thuis, dus misschien dat ze wel hebben geprobeerd, maar nee. Dat, had jij dat dan wel? Ja, die heb ik, denk ik 1 of 2 keer gehad met ook dat ik thuis was. En dan werd er gewoon aangebeld van, hey, zijn jullie, dan webshop naam zeg maar. En ik zei van, ja, wat, je komt zeker een pakketje terugbrengen of zo. Leg maar bij de trap neer en dan zorgen we dat dat goed komt. En oké, is goed, hop, en dan weer door. Ja. Ja, super vaag. Uh-huh. Je verwacht natuurlijk dat er of een pakketbezorger langskomt of zo. Tim Hofman. Nou, hoor je niet. Ja, dat ging in het begin ook wel eventjes langs. Heb jij dat in de deur gehad? Tim Hofman? Ja. Dat heb je wel een paar keer genoemd, dat wel. Maar... Kijk. Video's. Ik weet je... nou wordt het interessant. Kijk, weet je wat het is? Ik heb natuurlijk ogen op me. Ja? En ze vinden dropshipping niet zo leuk. En mensen die geld verdienen vinden ze niet zo leuk. En dat is een beetje mijn aanname. Dus elke keer als het ook maar iets gaat over dropshippen of iets van cursussen of iets waar ik in genoemd kan worden, word ik even genoemd, weet je wel. En ik weet toevallig dat ze wel eens hebben gezocht, maar legit. Kan niks vinden. Alles is. Doe je onderzoek maar. Ja. Je kan niks vinden of zo. We hebben geen mensen gedupeerd. Alles wat ik zeg klopt. Weet je, niks is nep of zo, weet je wel. Dus ik maak me daar nooit echt druk om. Ik weet dat ze altijd wel iets zoeken van, oh, kunnen we hem wel pakken, maar. Het is ook wel jammer uiteindelijk dat het dropship model zelf is eigenlijk wat je ook aan het begin zei. Dus er is helemaal niet zoveel mis mee. We doen helemaal niet zoveel anders dan een normale business. Het enige wat wij anders doen is dat wij niet eigen voorraad hebben met dropshippen. En dat is het enige. Dat is in principe echt inderdaad het enige van het business model. Waarom het zo'n negatieve slechte naam is. Dat het wel een hele makkelijke manier is voor sommige mensen om daar misbruik van te maken van... nep product of zo, dat ze 1 maand super hard gaan op een nep product en dan offline zijn. Ja, dan heb je heel veel gedupeerde klanten. Dat is natuurlijk niet hetgeen wat wij doen. En kijk, als je een mes hebt, je kan daar sushi mee snuiven, je kan iemand mee doodsteken. Ja, dat is wat het is. En we zien ook dat, wat je ook ziet tegenwoordig, is dat criminaliteit die normaal gesproken op straat was. En waar criminelen zeg maar heel veel geld mee verdienen op straat met heel veel risico. Ja. Die kunnen eigenlijk al het risico weghalen en gewoon lekker vanaf een computer mensen scammen. Ja. Er zit een heel netwerk achter die dropship site met die Gucci dingen verkopen en Louis Vuitton dingen verkopen voor een fractie van de prijs. Mensen die producten verkopen die nog niet eens bestaan, weet je wel, van die prototypes en dan 1+1 gratis. Ja. Dus een hele misdaad zit er eigenlijk achter. Ja. Omdat het voor, natuurlijk als je crimineel bent, ja, het is veel makkelijker om dat online te doen. Want één, je kan tonnen binnenhalen. Als je het een beetje slim doet, is dat allemaal anoniem. Ja. Dan sluit je lekker door, links, rechts, een beetje kattenvangertjes erop en voilà. Je hebt 10 keer zoveel geld met bijna geen risico. Ja. Omdat je hele identiteit kan... Ja, dat verprutst uiteindelijk al verprutst, maar het is wel jammer voor de image die dropship in het algemeen heeft. Ja, want als er iets mis is, dan is het oude dropshippers. En heel veel... Kijk, wat wij natuurlijk moeten doen als Academy zijnde is de mensen die ermee willen starten goed voorlichten. Zoals jij zegt, goede kwaliteit check om te voren. Nou, je hebt een verhaal over de dingen die bij jou fout zijn gegaan. Gewoon goed voorlichten van oké, dit is een serieuze business. Hou hier en hier rekening mee. Zo verstuur je de producten op de juiste manier naar je klant. Zo doe je klantenservice. Zo schakel je met leveranciers. Zo zorg je dat er niks fout gaat. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet weten. En die bijvoorbeeld een gelukstreffertje hebben die opeens... 10.000 euro's per dag hebben. Dan denken we, wat moet ik doen? Vervullen het maar via AliExpress. Ja. Hebben volgens geen klantenservice. Product blijkt niet goed te zijn. En dan is het een dropshipper. Ja. Als je dat dan hebt, zeg maar. En je hebt ons als coach. Of je zit in Academy. Dat is het voordeel wat je dan hebt. Want je hebt die 10.000 euro's per dag dan. Maar waar wij voor zorgen is. Dat je die ook blijft houden. Die 10.000. Ja. Hoe doe je dat niet in 1 dag? Maar in een week bijvoorbeeld. Consistent, referentiekaders meegeven. Maar dat is uiteindelijk het doel. Je moet resultaat consistent te blijven halen. Niet 1 keer en daarna dat het weer inzakt. Ja, en uiteindelijk wat we willen verzorgen is dat we ook echt een legitte business voor mensen willen neerzetten. Zoals we met onszelf, met een echt team. En wat je vooral met dat soort gelukzoekers waar je het over hebt, is dat die kennis die ze opdoen, met illegaals of iets of misleiding, dat is niet bruikbaar voor de lange termijn. En wij bouwen natuurlijk wel echt iets aan lange termijn, een team opzetten, verschillende dingen proberen, wellicht een keer een branding gaan doen of zo. Ja, je kan met dropshippen, dat is gewoon het begin, zo zie ik het ook. Want je leert alles wat je in een business moet doen eigenlijk. Ja. Dus de transitie zo meteen naar een brand is heel makkelijk, want je hebt het hele team al bijvoorbeeld, je weet al hoe je marketing moet doen. Dus ja, er zitten ook gewoon heel veel voordelen aan. Ja, zeker. Het is gewoon een lange termijn game die we uiteindelijk spelen. En zo willen we het eigenlijk ook overbrengen op mensen.
dat het niet een snelle cash grab is. Dat is het uiteindelijk ook wel, maar je kan het ook super mooi inrichten voor de toekomst. Tuurlijk, waarschijnlijk als je start met ondernemen is je intentie niet van ik ga het een paar jaar doen. Maar waarschijnlijk is jouw intentie van ik maak deze commitment voor de rest van mijn leven. De rest van je leven ben je ondernemer. Ja. En het is ook niet per se het doel om de beste dropshipper of de grootste dropshipper te worden. Maar het moet jouw doel zijn om vanuit de dropshipper gewoon steeds een betere ondernemer te worden. En je zult ook zien dat door dropship ontwikkel je een hele sterke mindset. Je ontwikkelt skills en je breidt je netwerk uit. En al die drie de dingen zorgen weer voor nieuwe opportunities, nieuwe kansen en weer voor jouw level up in de business. Het laatste... Zo, sushi. Ik denk het laatste wat je wilt doen is de rest van je leven blijven dropshippen. Ja, ik vind heel veel mensen gewoon opstapje, denk ik, toch? Zo het is gewoon een begin. Misschien een mooi voorbeeld vanuit mijn kant. Ik ben al een tijdje aan het ondernemen ook. En ik heb bijvoorbeeld met crypto heb ik gewoon echt flink geld gemaakt ook. Maar ja, wat de regeltjes, ik heb een miljoen gepakt en toen alles weer ingeklapt, zeg maar. Oh. En dat kwam gewoon, ja, ja. Dat is wel flink. Dus, en wat die project kwam in. Nee, maar wat er is gebeurd, op een gegeven moment draaide ik ook een hele community. Ik had verschillende succesvolle strategieën. Ik was lekker aan het bouwen, alleen ik miste gewoon structuur. Ik wist niet hoe ik moest netwerken. Ik had geen mensen om me heen, ik had geen team om me heen. Dus eigenlijk is alles in de soep gevallen. Omdat ik me gewoon niet met de juiste mensen had omringd, zeg maar, op dat moment. En daarom ben ik met e-commerce ook gestart en bij Dropship Academy terechtgekomen. En een coach ingeschakeld om die referentiekaders voor mezelf in te bouwen. En niet geld te maken per se, maar gewoon echt een betere ondernemer te worden. En ik merk nu alles wat ik voorheen heb gedaan. Ik heb geld verdiend, businesses opgezet, plat gegaan. Maar dit is de eerste keer dat ik eindelijk succesvol blijf, zeg maar. Ja. Dus het is, voor mij is dit ontzettend waardevol geweest. En, hoe was het om een miljoen te verdienen en vervolgens die miljoen weer kwijt te raken? Nou, ik zal je zeggen, in het begin was het dus heel... Ja, het was eigenlijk heel relaxed, omdat je niet door hebt. Heb je het ooit uitgecashed ook? Of stond het gewoon digitaal? Een deel heb ik uitgecashed, ja. Okay. Op een gegeven moment had ik twee dikke auto's en ik was lekker aan het reizen. Ik ben naar Monaco geweest en dingen gedaan en zo. Dus ik heb er wel van geleefd toen, ja. Gewoon op jachten geweest en zo. Ja, echt de dikste jachten die daar op Monaco... En je ziet dan de prins van hier zie je langskomen en zo. Champagneflessen van 40.000 komen langs. Is wel tof, alleen het behoud van je kapitaal is toffer eigenlijk. Dan ben je echt het mannetje. Maar dan ben je echt het mannetje als je kapitaal kan behouden. En dat was ik op dat moment. Je moet een clipje uitkomen. Ja. Dat is tof, maar je kapitaal behouden is toffer. Ja, dat is echt zo. En toen heb ik ook de switch gemaakt van oké, er moet hier iets veranderen. Want ik zat zo in een comfortabele zone. Ik had een strategie. Ik had heel veel succesvolle strategieën. Allemaal losgelaten. Mijn laatste succesvolle strategie was passief inkomen. Geld parkeren. Daar komt gewoon rendement uit. Ja, eigenlijk val je in slaap. Omdat je niet de juiste mensen om je heen hebt die het volgende stapje laten zien, zeg maar. En mijn kapitaal is dus verminderd. Ik voelde eigenlijk niet dat ik het kwijt aan het raken was, zeg maar. Dus opeens was het 6 ton, 5 ton, 4 ton. En bij 4 ton dacht ik van, hey, wacht even hoor. Als ik er nu niet iets nu mee ga doen... ben ik nog maar 40% miljonair. Ja. Nee, maar mijn maandelijkse salaris ging er ook op achteruit. Want het was gewoon mijn passief inkomen wat ik daaruit haalde voor mijn salaris. Dus op een gegeven moment was het gewoon echt zo laag dat ik dacht van, ja... moet ik het nou laten staan of niet? Maar dat wist ik niet, omdat ik alles had losgelaten en ik had gewoon niet de juiste mensen om me heen. Dus dat heb ik nu wel. En nu heb ik voor het eerst het gevoel dat ik gewoon echt aan het bouwen ben. Ja. En dat heeft mij nu succes opgeleverd, ja. En denk dat ook een hele belangrijke mindset is. Want in de afgelopen jaar heb ik zoveel mensen zo zien gaan, maar ook weer zo hard naar beneden. Ja. En ik denk dat, kijk, als je een miljoen verdient en dat is leuk, en dan gaat naar Monaco, je gaat een beetje champagne spuiten, dat hoort precies. Allemaal wel een beetje bij. Maar ik denk dat er nog heel weinig geteacht wordt van... Het is veel makkelijker om geld te verdienen dan om geld te behouden. Ja, 100%. Veel makkelijker. Ja. En ik hoop dat we dat ook echt goed mee kunnen geven, zeg maar. Vooral als coaches ook, want iedereen heeft dat wel ervaren, denk ik. Dat het behoud van je kapitaal, dat moet eigenlijk echt op nummer 1 staan. Want je kan het echt ontzettend snel in een rap tempo ook met dropshipping, met andere soorten businessmodellen. Je kan het zo ontzettend snel opbouwen. Maar voordat je het weet ben je het ook allemaal kwijt. Als je niet de juiste referentiekaders van tevoren meekrijgt. Nee.
en het op de juiste manier opbouwt. Gewoon geduldig zijn, toch? Dat is iets dat we misschien niet allemaal zijn, denk ik. Ja. Als je hierin komt, dan wil je altijd snel gaan groeien. Maar dat is de andere kant van die keerzijde, is weer dat je het geld dat je opbouwt, op je rekening op een gegeven moment ziet staan, dat je dan niet naar bij de eerste 30k denkt, Rolex kopen of weet ik wat, afspraak maken bij de range dealer. Ja, ja, ja. Maar dat je dan dat geld gebruikt om nog harder te schalen. En dan zie je op een gegeven moment 30, 40, 50 en dan zie je het op gaan tillen. Ja. En dan gewoon even jaartjes niks. En dan met dat geld kan je weer super veel doen uiteindelijk met je business. Dit is ook misschien een mooi voorbeeld van waarom we niet direct met fashion starten. Zeg maar. Ja. Omdat je echt, je wil iets opbouwen. En als je die referentiekaders op het eerste gezicht nog niet hebt, ja, dan is de kans groter dat je op fashion dus zeg maar nat gaat. Ja. Terwijl het een goede niche is, kan zijn, om veel geld te verdienen. Maar heb je wel dat opstapje nodig, zeg maar. Dus ja, het moet echt gelaagd en gebouwd gaan eigenlijk. Ja. Om het echt stabiel te houden en gestructureerd. Ik krijg wel eens de vraag van, het ziet er wel leuk uit en het is ook allemaal niet zo makkelijk. Nee, het is simpel, maar niet makkelijk. Wat zijn jullie grootste fuck-ups? Mag ik dit zeggen op YouTube? Ja, iedereen piept. Of toch geen YouTube inkomsten. Ga weg. Moet bij mij beginnen? Ja, bij mij is die PayPal halt gewoon, van 380k voor een half jaar. Ja, dat was wel echt kut. Half jaar met cashflow problemen gezeten en deurwaarde gehad. Dus ja, dat was wel mijn grootste fuck-up. Ik denk dat je meteen wil vragen, wat is de les die je eruit hebt getrokken? Misschien ja, dat is misschien wel belangrijk, want we hebben allemaal fuck-ups, maar het belangrijkste is van, wat hou je er voor jezelf uit? Ja, ja, ik ga niet meer zo hard schalen. Dat ten eerste gewoon lekker rustig opbouwen, risicospreiding, dus dat ik meerdere stores heb met andere payment providers ook, waardoor ik die klappen kan opvangen. Dat is wel echt de grootste les die ik heb geleerd. Voor mij is, ik was best wel succesvol met dropshippen. En jij weet het nog, was het product met die lepels, weet je wel, die sauslepeltjes. En toen dacht ik, daar ga ik een brand van maken. En ik was een beetje klaar ook al gelijk met dropshippen. Ik dacht, nee, dat wil ik niet. Ik wil echt een brand maken. Dropshippen gestopt, met het product verder gegaan en gewoon een jaar lang bezig geweest om dat te laten werken. Ik heb dat brand ken ik nog wel, ja. Ja, ja, dat product ging ik op een gegeven moment customizen, want het was 1995, dus ik moest het product aan toevoegen om het zeg maar interessant te maken voor een brand. En gewoon gestopt met dropshippen. Dus op een gegeven moment droogt het op. En als het dan niet werkt, ja, dan sta je na een jaar sta je gewoon op nul. En dan moet je eigenlijk gewoon helemaal opnieuw beginnen. Ja. En dat was het domste van, dat heb ik nu ook geleerd van, als je een brand gaat bouwen, dat is helemaal geen fulltime bezigheid. Dat kun je zeg maar daarnaast doen. Dus je kan en dropshippen en daarnaast een brand bouwen. Dat is gewoon niet dat je daar van 's morgens vroeg tot 's avonds laat mee bezig bent. Je moet vaak wachten. Je vraagt het op bij een leverancier, dan moet je wachten op samples. En er zit gewoon heel veel, wachttijd tussen. En ik ging een product proberen te branden wat nog niet validated was. Dus ik had wel die labels, hè, die waren validated. Maar ik ging er ook nog andere producten aan toevoegen die soortgelijk waren. Daar ging ik een setje van maken. Volle overtuiging dat het zou gaan werken. Omdat die labels dus al bewezen waren. Ik dacht van ja, ik moet gewoon goede marketing hebben en dan kan ik laten slagen. Nou ja, misschien het zou nog steeds kunnen werken. Alleen ja, als je na een jaar nog steeds geen resultaat hebt, dan op een gegeven moment moet je toch wel denken van ja, ik heb er nou zoveel geld tegenaan gesmeten. Ik heb er zoveel dingen geprobeerd. Als het niet werkt, ja, je moet ook zeg maar de stekker eruit kunnen halen. En zeggen van ja, oké. Okay, ik ga weer dropshippen, ik ga weer echt geld verdienen, gewoon op, wel binnen 2 maanden gewoon weer geld heb, in plaats van trekken aan een dood paard, want zo voelde het toen. Alleen ja, dat is wel mijn les geweest, maar wel een hele goede denk ik. Ja, maar wat heel veel mensen... Wat heb je eruit gehaald? Wat ik eruit heb gehaald? Ja, wat je les geweest? Ja. Nou ja, ten eerste niet stoppen met dropshippen, als je een brand gaat bouwen, want het is gewoon je cashflow business. Ja. En ten tweede pas een brand gaat bouwen van een product wat echt validated is. Dus niet een product wat je verkocht hebt en dan wat ik heb gedaan, daar nog dingen bij doen met het idee van nou, dan ga ik het goed markten en dan verkoop het wel. Nee, gewoon echt letterlijk een product wat je al veel verkocht hebt, dat gaan branden en dan eerst gewoon branded dropshippen met een nieuwe verpakking. Sell before you make, had ik het met Pira vandaag over. Ja, met van die pre-sales. Gewoon de website maken, product maken, shoot doen, alles online knallen, je gooit er een paar honderd euro ads tegenaan, je ziet of het aanslaat of niet, heb je orders zeggen van nee, sorry, we zijn nu uitverkocht, maar over 2 maanden is de voorraad binnen. Wil je erop wachten, dan krijg je er eentje bij.
Zo ja, fantastisch, we houden je op de hoogte van het proces. Zo nee, helemaal goed, krijg je je geld terug. Dan weet je of het product werkt of niet. Wat heel veel mensen doen is, steken super veel tijd in het product en weet ik het allemaal. Het duurt altijd langer dan je denkt, duurt altijd veel langer voordat je ook daadwerkelijk online gaat. Of je maakt eerst je offer en je gaat dat offer ga je adverteren en dan ga je kijken of het concept aanslaat. Als je weet van ik gooi er een paar honderd euro tegenaan en ik zie aan de data en weet van dat wordt tricky, ga dan niet het product maken. Ja. Of probeer als jij zegt van ik heb hier het dropship product, ik heb hier mijn eigen toegevoegde variant, je hebt er misschien nog één. Gewoon 3 landingspagina's naast elkaar, 3 campagnes runnen en dan weet je het. Ik heb dat ook geprobeerd. Alleen het probleem was zeg maar met die leverancier die ik had, die had een minimum order quantity van 2000 stuks. En hij was de enige, ik ben er maanden mee bezig geweest, hij was de enige die het ook echt zo aanbood zoals ik het wilde hebben. En product getest en dan heb je een conversiepercentage van 1.5% of tussen de 1 en 1.5%. En dat is dan weer niet wat je met dropship hebt. Dus je hebt ook nog zeg maar de dropshipping mindset, terwijl je advertenties gaat runnen voor een mogelijk brand. Nou, dan op een gegeven moment zeg je ook van, dat is niet goed genoeg. Het moet gewoon 3% zijn of hoger, anders ben ik niet winstgevend vanaf het begin. En dan denk je ook al van, het gaat hem niet worden. Maar dat heb ik dus ook geleerd, ook weer van andere mensen die wel een brand hebben gestart. Van in het begin met een brand moet je helemaal niet winstgevend zijn. Je moet alleen maar zeg maar proof of concept hebben. En dan vanuit daaruit ga je zeg maar je content ga je verbeteren, je gaat steeds meer nieuwe dingen testen. Alleen toen wist ik dat niet. Ik dacht gewoon van ik moet minimaal 3% conversie hebben. Meerdere landen getest en dat werkte dan niet. Dan denk ik, misschien toch niet. Zou je nu wel weer doen? Brand naast de dropshipper willen spelen? Ja, zeker. Ja, dat zou ik iedereen aanraden. Want de andere manier is om het alleen een brand te gaan doen. En dat is gewoon te groot risico. En dat duurt te lang. En dat, je moet gewoon een zo snel mogelijk proof of concept hebben. Ja. En een aanvullende vraag, hè? Toen je die brand ging doen en zo, hè? Stel er was iemand naast jou gaan staan als coach en die had ook een brand. En had hij het juiste advies aan jou kunnen geven waardoor 100%. Jij die fout had kunnen voorkomen? 100%. Ja. En dat is ook mooi om mee terug te zien. Dat is altijd degene die de reis al doorlopen hebben, die kun je precies laten zien wat je wil, welke kant die op moet gaan. Hè? Ja, kijk, en ik heb ook wel flink wat cursussen gevolgd over branding. Dus ik zat er toen wel echt helemaal in. Veel van geleerd ook. Alleen op dat moment zat ik zo vol in die overtuiging zelf. Omdat dat product wat ik dus zeg maar customized heb, dat liep zo goed. Daar heb ik zulke gekke cijfers mee gedaan. Dat ik zat er zo in van het moet gewoon werken. Het is alleen aan mij om het te laten werken. Dat is ook een bepaalde, misschien eigen wijsheid, maar wel vanuit een bepaalde ervaring. Dus mooi. Ik zit nu ook aan tafel, even tussendoor. Die vraag die jij stelt van, wat had het voor jou opgeleverd als je een coach naast je had staan? Dat vreet mij altijd een beetje op, omdat dat zou voor mij hetgene zijn geweest waardoor ik die miljoen had behouden bijvoorbeeld. Ja. Als ik iemand naast me had gehad die mij had gezegd van, deze kant moet je opgaan of deze dingen moet je doen of iets dergelijks van, let nou op of zo, of let hierop. Dan had ik alles behouden en had ik vanuit daar verder kunnen groeien, zeg maar. Ja, dus, maar alles gebeurt. Het gebeurt, zeker. Dat is een zeker goede les, toch? Dat is de les. Ik bedoel, het is misschien een dure les, maar dat is gewoon iets wat je voor altijd mee zal nemen. Het is een hoop lesgeld, ja. Dus daarom ook, ik wil echt mensen op hun hart drukken van, lesgeld kan duur zijn, maar een kleine investering kan een hoop lesgeld schelen, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is wel waar. Dat is een hele goede. Wat is jouw grootste vak dan? Ik heb nog niet zulke hele grote focus als bijvoorbeeld een hold of zo. Of dat ik een brand wil starten, want ik ben natuurlijk nog niet zo lang bezig als jullie. Maar ik heb heel veel kleine dingetjes gehad, zoals wat je ervaart met dropshippen. Dus Facebook blokkades, store, wet of line. Wat ik had nadat ik de eerste keer 50k had behaald, toen kreeg ik een DMCA claim op mijn store, dus alles. Alles zeg maar weg. Kon ik weer opnieuw beginnen. Convert creator. Ja, inderdaad. Maar die was geen het toen. Webshop online. Die was het offline. Toen. Geen blokkades, geen fees over je omzet, geen apps, alles gratis. Funnels. Geen spytools op je store. Ja,
Helaas was hij die toen nog niet. Maar dat is ook wel een goede les geweest. Wat Pira toen mij ook meegaf. Van ja, risicospreiding. Heb gewoon, als je het eenmaal door hebt hoe een store werkt, ga dan meerdere stores bouwen. Ga een beetje risicospreiden. En let, ga ook niet alles precies kopiëren van je competitor, zeg maar. Nando nu, AI. Huh? Unieke productomschrijving in 10 seconden. Ja, Nando bijvoorbeeld. Nando kun je heel makkelijk gewoon productbeschrijvingen of alles gewoon heel makkelijk aanpassen. En dat is ook wel vergeleken met vroeger natuurlijk. Is AI wat je nu hebt, het gaat allemaal veel sneller. Het gaat zo snel. Vroeger moest je een productbeschrijving zelf schrijven. Of Betalen. Ja, ik besteed het altijd uit. Ja. Oh, je kent dat tijdperk gewoon niet, hè? Nee. Betalen. Oh, nee. Het was gewoon €40 per productomschrijving. Ja, ja, zeker. Bij Celine en Daphne? Daphne had je inderdaad, Sherelle deed het ook, Celine deed dat. Celine, €40 per productomschrijving moest je nog video ads laten maken. Ja, dat was, ja. Moest je een week wachten in producten, zodat je kon gaan testen. Ja. En nu is het gewoon, nu is gewoon product, Nando, webshop, ad klaar. Ja, ja, inderdaad. Ja. En als je ik denk, een minuut of vijf kan je alles klaar hebben. Ja, maar vooral als je een goed team op een gegeven moment hebt opgebouwd, daar gaat het helemaal snel. Want dan heb je gewoon de bepaalde processen heb je helemaal geoptimaliseerd. En dan weet iedereen wat hij moet doen. Dan kun je ook veel makkelijker meerdere producten per dag testen bijvoorbeeld. Ja. En als je meerdere producten per dag gaat testen, ga je automatisch natuurlijk meer winners vinden. Dus meer omzet maken. Dus hoe het dropship model van nu en de tools die ervoor zijn, die zijn gewoon top. Dat is veel beter dan vroeger. Ja. Maar de les die ik eruit heb gehaald, de les die ik er echt uit heb gehaald is van, ja, geef niet op elke keer als je weer opnieuw moet beginnen. Want ja, er zullen altijd tegenslagen zijn in de business. Maar je begint nooit opnieuw. Heel veel mensen zien een bepaalde setback als opnieuw beginnen, maar je begint nooit opnieuw. Dat kan niet, het is onmogelijk. Nee. Bij elke fuck-up die je maakt, ben je een sterke persoon, heb je ervan geleerd en sta je weer een paar stappen verder dan iemand die fuck-up niet heeft gemaakt. Ja. Dus soms denken van, we gaan opnieuw beginnen, maar je begint nooit opnieuw. Nee, want je hebt alle kennis al en dat kun je gewoon nu ook veel sneller toepassen, omdat je alles al weet. Ja, en dat is van, je wil investeren in die drie dingen, in die mindset, in die skills en in dat netwerk. Want dat is het enige wat ons nu onderscheidt ten opzichte van iemand die niet aan deze tafel zit. Maar ik weet zeker dat als wij een store opzetten of iemand anders die nog geen kennis of ervaring heeft, wij kunnen weer met alles wat we hebben meegemaakt binnen no time een succesvolle business opzetten vanaf niks. Toen Paul's op Bradney werkte, ja, je kan altijd terugvallen op het dropshippen. Want binnen een dag heb je een store online en morgen verdien je geld, bij wijze van spreken. Nou, niet eens bij wijze van spreken, dat is gewoon echt zo. Ja, en ook omdat je nu de connecties ervoor hebt, dan kun je ook gewoon, ja, je bent veel sneller met alles en je bent veel sneller overal bij. Als er problemen zijn, kun je ze ook veel sneller oplossen, omdat je, daar is de Dropship Academy ook zo goed voor. Als je problemen hebt, kun je het gewoon aan iemand vragen en dan wordt het probleem opgelost. Dat had je vroeger niet, zeg maar, toch? Ja. Ja, dan als je problemen hebt, dan zat je daar gewoon een paar weken vast mee of dan, ja, dan kost het weer een paar weken. Nu stuur je een appje in een Discord of iets, is het geregeld, kun je verder. Dus nu kun je gewoon heel snel resultaat behalen, dan zie je, ja. Niet dat ik super snel ben of zo, maar dat je. Nee, ja, het is nu 7-8 maanden ongeveer. Ja, okay. Ja, dus nu staan we helemaal vanaf nul. En wanneer had je die 100k maand? Afgelopen maand. Ja, dus ja, weet je wat is? En min januari. Januari telt niet mee. Klopt. Ja. En daar heb je in februari ook nog last van. Ja. En maand eigenlijk ook nog zelfs. Ja, maar wat ik in januari gewoon heb gedaan is met Pira ook gewoon heel erg goed gekeken naar de volgende stappen die ik kan doen in de business. Had ik begrepen het spelletje, dat had ik in de eerste twee maanden van de coaching goed begrepen. Ook eerste resultaten gehaald. Alleen dan in januari kun je niet zoveel doen en dan zijn we alvast gaan kijken naar de volgende stap. Dus toen het op een gegeven moment zover was, de store was online, wist ik ook al precies wat ik moest doen. Dus dat heb ik gewoon heel snel geïmplementeerd, heel snel het team gemaakt, alle processen geoptimaliseerd. En dan kun je gewoon schalen. Dan is het enige probleem wat je nog zou kunnen hebben is cashflow. Alleen daar zijn natuurlijk ook gewoon allemaal verschillende manieren voor om dat op te lossen. Daar moet je gewoon slim mee omgaan. En als je dat goed, dan kun je schalen tot de maan. Ja, 100%. Die guy is 19, hè? Besef dat. Echt ja. Ik vind dat echt mooi om te zien, man. Komt een mooie toekomst aan. Ja. Go met. Ja, met deze commitment sowieso. Dat is ook denk ik de algemene les die we met z'n hebben. Maar als je committed bent, iedereen kan het doen. Maar het is ook niet dat het is gebeurd, dat het uit het niets is gebeurd. Ik heb er wel echt keihard voor gewerkt. Want wat ik deed was, ik ging tegen mijn ouders gezegd toen ik nog op het HBO zat, toen was ik nog 18.
Zij geeft me 1 jaar om te kijken, om te laten zien wat er online mogelijk is, weet je wel. Dus dat heb ik toen gedaan. En toen ben ik eerst nog met andere dingen bezig geweest, met affiliate marketing en zo. Want ja, toen hoorde ik een beetje dropshipping. Maar ja, daar, ik dacht, dat werkt helemaal niet meer. Dat is, ja, dat is toen 2022. Ja, dat werkt helemaal niet meer. Toen uiteindelijk toch de cursus gekocht. Dus ja, ik dacht, als we hem nog steeds verkopen, moet het nog steeds werken. Dat is goede marketing, hè? Ja, ja, dus uiteindelijk toen toch gedaan. En toen ben ik gewoon 3 dagen gaan werken in de Vista, zeg maar. En 4 dagen gewoon alleen maar aan de business. En niet meer feesten of dingen zo. Gewoon eventjes een halfjaartje, gewoon knallen. En uiteindelijk kun je daar, als je dat echt met volle overtuiging doet, kun je gewoon heel veel resultaten halen. Ja. Maar jij komt als 18-jarige jongen, jij zegt tegen je ouders van luister, laat mij eens even, geef mij een jaartje de tijd. Ja. Ik ga jullie laten zien wat allemaal mogelijk is. Ja. Dat heb je gedaan. Ja. Hoe reageerden ze? Ja, ja, eerst toen ik voor het eerst zeg maar die 50k om had omgezet, toen zei ze van ja, kan dat nog weer, ja. Maar kijk, mijn ouders zijn niet heel moeilijk of zo. Dus mijn vader die luistert ook heel veel podcasts zoals dit. Dus die is er wel van op de hoogte. Dus je weet het wel. Shout alleen toen ik het aan. Shout naar Erwin. Erwin. I see you. Abonneren, Erwin. Nee, maar ja. Toen ik uiteindelijk alles heb laten zien en de resultaten wat ik er uiteindelijk heb uitgehaald, waren ze gewoon super trots. En dan laat gewoon zien dat het mogelijk is als je er maar uit voor werkt. Ja. 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 Ja, het zijn zeker niet dat we korte dagen draaien en we hebben een productje op onze store zitten en feedback en het rolt wel binnen. Dat is, nee, dat kunnen we misschien nu wel zo over laten komen, dat het allemaal heel makkelijk is, maar het is echt niet... Je moet 77 producten? Ja, 77 producten. Maar er komt ook zoveel meer bij kijken. Ja. En gisteren kreeg ik een vraag van iemand, ja, uiteindelijk is het toch gewoon, je vindt het productje, zet hem op je store en dat is het. Maar je moet je backend met je team goed zetten, je komt customer service bij, je moet digital marketing begrijpen. Productomschrijvingen, je moet een store kunnen ontwerpen die converterend is. Je kan wel gewoon een store hebben, dat kan iedereen wel. Maar dat het ook echt producten verkoopt is weer wat anders. Al die Engels moet je begrijpen. Ja, en dat is ook top wat we nu dus met de Dropship Academy hebben gedaan, met de levels. Want, omdat er zoveel dingen zijn die je eigenlijk moet weten, kan dat heel overweldigend zijn, zeg maar. Ja. Dus wat we nu dan in de Dropship Academy hebben gedaan, is de levels per level 1, het begin, krijg je een paar video's en dan weet je precies wat je moet doen. Ja. Dus dan word je ook niet meer zoals het op het begin was, dat je in 1 keer allemaal video's krijgt en dat je niet weet wat je moet doen. Ja. Dus ik denk dat dit, hoe we het nu gaan doen, dat nog sneller resultaat gaat brengen naar mensen. Ja, ja, het is gewoon een hele resultaatgericht. Ja, ja, ja. En het is meer een traject. We hadden het bij de vorige podcast erover. Kijk, eerst was het zo van, we hadden de visie met de Academy van, weet je, we gaan alles gewoon zo evergreen mogelijk maken, zodat we elke keer nieuwe content kunnen gaan toevoegen, zodat het 1 megabibliotheek zou zijn. Wil jij Pinterest ads doen, bam, hier cursus. Wil jij TikTok ads doen, bam, hier cursus. En dat eigenlijk van de cursus die we normaal gesproken los verkochten, dat hebben we ook gedaan. Pinterest hebben we los verkocht, andere cursus hebben we los verkocht. Om alles zeg maar in 1 keer te krijgen. Maar ja, dan kom je binnen als beginner en denk je van, wow. Ja, je moet allemaal leren. En het slechtste wat je moet doen, wat je kan doen, is dat allemaal leren, dat allemaal gaan begrijpen en dat allemaal gaan implementeren. Ja, dat zie je nog steeds ook in de oude community, zeg maar, van de Discord. Zie je echt mensen die zeggen van, oh, ik heb al deze video's al bekeken. Ja, dat is niet handig. Nee, inderdaad. Dus nu hebben we dat opgedeeld in levels. En je begint in level 1. Het enige wat je daarbij moet doen is je bedrijf opzetten, zakelijke rekening fixen, webshop online en 5 producten online. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Ja. Geen e-mail marketing, geen sms marketing, geen TikTok ads, geen UGC, geen helemaal niks. Dan ga je naar level 2. Dan kies je 1 advertentieplatform van TikTok, Pinterest of Facebook, boeit niet. Je kiest de eentje en je gaat gewoon all in op die ene. Je leert hoe je producten moet zoeken aan de lopende band. Je leert die workflow leer implementeren, je leert producten testen, je leert producten schalen. Totdat je op 10k per maand zit. Dat kan prima zonder extra toevoegingen tot 10k per maand. Zit je op 10k per maand, ga naar de 10k club, komen er weer extra dingen bij je business. Bijvoorbeeld e-mail marketing, bijvoorbeeld weet ik veel wat. En dan zo ga je elke keer een level omhoog. Je ziet heel veel mensen, oh shit, de dropshipper werkt niet. We hebben 5000 euro omzet. Oh, ik ga het in Duitsland wel even proberen. Ja. Ja. Facebook werkt niet, oh ik doe Pinterest wel even bij. Nee. Nee. Voor elk ding dat je kan doen, en je kunt heel veel dingen doen, je kunt heel veel dingen implementeren. Voor elk ding is een plek en een tijd. Ja. En je moet weten waar je staat en je moet weten wat voor nu in jouw business het belangrijkste is. Ik merk het nu ook met de nieuwe projecten die we aan het opzetten zijn. Kijk, sommige bedrijven zijn al hier, zeg maar. Dan begin je op nul. En dan weet je wat voor mogelijkheden er allemaal zijn. Je hebt het allemaal al een keer gedaan. Maar ook ik betrap me er zelf weer op dat ik eigenlijk te veel dingen
tegelijk wil implementeren op mijn business. Terwijl ik weet van oké, het is gewoon eigenlijk heel simpel. Ik sta nu hier en ik moet eerst die kant op. En als ik daar ben, dan voeg ik er weer dingen toe en dan ga ik weer sneller daarin. Ja, en veel mensen maken een business ook te moeilijk. Je hebt drie dingen nodig. Je hebt een goed offer nodig. Je hebt een goed product. En je hebt marketing. Ja, en zo copy-paste. Dat is het. En wat Ilko de Boer heel mooi zegt, is business bestaat eigenlijk uit twee dingen. Je hebt een product en dan moet je verkopen. In het begin zeker, ja. Nee, niet in het begin, ook later. Want zeker later. Want later word je verblind door allemaal andere dingen. Dan ga je allemaal dingen doen. Dan ga je blogartikelen schrijven, social media posts. Je hebt een Twitter-strategie, je hebt een Snapchat-strategie, je hebt een TikTok-strategie. Je hebt dit, je hebt dat, je hebt zus, je hebt zo. Terwijl je de core kwijt bent, je hebt een product, dan moet je verkopen. Als je daar nou aannemen, je moet UGC's gaan maken. Nee, je moet het product wat je hebt, dat moet je verkopen. Dat is het. En wat ik vaak zie, en ik weet niet of jullie er ook last van hebben, is dat je eigenlijk met zoveel dingen bezig bent in je business uiteindelijk, die helemaal niet bijdraagt aan dat product verkopen. Dat is die 80-20 regel waar ik het altijd over heb. Omdat het is heel makkelijk om in een situatie te zitten waar je alleen maar brandjes aan het blussen ben. Ik ben hier mee bezig, ik ben daar mee bezig, ik ben zus mee bezig, ik ben zo mee bezig. Terwijl je helemaal niet bezig bent met business voeren, namelijk het product dat je hebt, dat gaan verkopen. En, even zoeken. En nu ben ik mijn verhaal helemaal kwijt. daarom refereer ik altijd terug naar die 80-20 regel van 80% van de dingen die je doet, zorg maar voor 20% van het resultaat. En 20% van de dingen die je doet, zorg voor 80% van het resultaat. Ja. Dus het is heel erg waardevol om eens in de zoveel tijd gewoon te gaan kijken, gewoon te gaan zitten met jezelf. Gewoon elke, weet ik veel, 6 of 8 weken kijken van oké, wat zijn de dingen die ik vandaag doe? Wat is die 20%, waar moet ik meer van doen? En wat is die 80% die ik of moet laten vallen of iemand voor moet inhuren? Ja. En dan ga je echt mega sprongen maken in je business. Dat heeft Tristan nu ook gedaan. Een goede les geweest voor mij ook. Het is niet dat wij allemaal alles al helemaal uitgevonden en dat alles al hartstikke goed staat. Jij bent nu al echt bezig met een mooi team aan het neerzetten, zodat je zelf kan kijken hoe je business best kan groeien. En ik heb eigenlijk alleen de klantenservice medewerkers. Voor de rest nog helemaal niet een ander team. Het laat ook wel zien dat het heeft allemaal tijd nodig. Maar als je het zelf al goed kan neerzetten, dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met het product en te verkopen. Ja. Dat is wat jij nu uiteindelijk doen. Want ik zei even, uiteindelijk moet het team moeten gaan verzorgen dat de business draait. En de business owner zegt, moet ervoor gaan zorgen dat de business gaat groeien. Dus als je eenmaal dat team hebt staan, zeg maar, dan kun jij echt gaan focussen op van hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik van die 100k 200k ga maken? Wat voor stappen moet ik daarvoor nemen? Ja. En als je zelf nog bezig bent met copywriting of zo, dan heb je daar geen tijd voor. Ja. Dus uiteindelijk is ook het doel om zo'n team te structureren of zo'n business te structureren, dat jij erop kan focussen en dat jij ook van meer vrijheid kan genieten. Ja. Dat was het voor mij tenminste. Ja, en het is gewoon je business echt ook als een business zien. Wat je ook al zei, het is een geldmachine uiteindelijk. Dat is ook wat je het wil laten worden voor jezelf. Dat is waarom je waarschijnlijk gestart bent, een eigen onderneming. Maar ik heb een enorme passie voor dropshippen. Zo is het niet begonnen vanuit die... Ja, vanuit de passie van e-commerce en dan het andere model erin. Ik zeg je eerlijk, mijn pa die vroeg het mij gisteren. Van wat ben je nu aan het doen? En zo toen ik thuis was, ik een paar maanden niet gezien. En ik zeg, ik vind het oprecht echt leuk wat ik aan het doen ben. Ik vind het super interessant, ik leer super veel verschillende skills. Dus ik vind het, wat ik zeg, dat is waarschijnlijk zo gekomen omdat je erin bezig bent en je ziet de potentie. Ja, zeker. En dat zie ik veel met mensen die zoeken naar hun passie en al. Je moet gewoon ergens beginnen en dan vind je wel je passie. Dat is het. En de meeste mensen blijven, of niet de meeste mensen gelukkig, maar veel mensen blijven zitten en denken van ik weet niet wat ik leuk vind, ik weet niet wat mijn passie is. Ja, daar kom je ook niet achter als je geen actie onderneemt. Exact, en sommige mensen beginnen met dropshipping die denken van dit is het verschrikkelijkste wat ik ooit heb gedaan en ik ga lekker telefonische sales doen. Want dat past veel beter bij me. Want ik zit alleen maar achter het computertje en ik heb helemaal geen contact met mensen. Het is niet iets wat bij mij past. En een andere persoon zegt van, ik vind het fantastisch, want ik hoef met niemand te praten, ik hoef niemand aan de telefoon te hebben. Ik kan lekker mijn eigen ding doen, ik kan eigenlijk mijn hele creativiteit erin kwijt. En ik kan het op een automatiseerde manier laten doorlopen. Ja. En dit is super vet, het vetste wat ik ooit heb ontdekt. En die vindt dus wel zijn of haar passie erin. Ja. Terwijl de enige weg om daar naartoe te komen, om erachter te komen, is uiteindelijk gewoon door zoveel mogelijk dingen te proberen. Je gaat het nooit gelijk vinden. Waarschijnlijk de eerste keer kan saai zijn. En hoe beter de resultaten zijn, hoe meer passie je op een magische manier hebt. Wanneer je een miljoen per maand verdient met het dropshippen, geloof mij dat je passie hebt over het dropshipmodel. Dat is wel gewoon hoe het is.
Ik heb nog nooit iemand gehad waarbij de business zo goed ging bij het... Nee, waarbij het geld allemaal binnenstroomt en denken van, nou, nee, wow, vind ik niks. Hoeft mij niet. Nee. Ik ga wel 9 tot 5 oppakken weer. Ja. Nee, dat is niet. En je hebt niet passie per se voor het dropshippen zelf, maar wel passie voor die business. Die creativiteit ergens in, iets laten groeien, bezig zijn met nieuwe strategieën op bepaalde onderdelen van de business. Dat je zegt van, Facebook ads is gewoon mijn ding, de rest lekker... Of het simpelste eigenlijk al... voor jezelf bezig zijn. Ja. Dat is voor mij het belangrijkste. Je kan zelf afhankelijk. Je kan zelf bepalen hoe laag je begint, hoe laag je stopt, waar je zit. Het is gewoon inderdaad die vrijheid voor jezelf, dat jij echt alles op de minuut per dag kan bepalen hoe jouw dag verloopt, zeg maar. Natuurlijk ben je wel afhankelijk van andere factoren, maar dat stukje, dat was voor mij het belangrijkste, zal altijd belangrijk blijven. En als je dan ook nog de leuke inkomsten eruit haalt, als wij het nu over hebben, nou, dat is gewoon een win-win is dat. En ook wat je net al zei over dat met dat mensen connecten en zo. Dat doe je uiteindelijk alsnog. Hey, je begint zelf gewoon in je laptopje en je zet het allemaal neer. Maar je ziet het nu ook. Hier zo, dat wij hier zo met z'n zessen zitten. Met alle jongens die erachter zitten. En meisjes. En meisjes inderdaad, ja. Die komen er binnen. Massagenist. Ja, we gaan hier zo met een ander gestrekt op tafel. Dan krijg je massage. Nee, dat je toch wel met heel veel mensen ook gewoon kan connecten die het exact hetzelfde doen. Dat is super leuk. Tenminste, voor mij, ik had echt zin om in deze dag met nieuwe gasten. Ik had ze nog nooit ook in het echt gezien, ook de meeste. Dat je dan gewoon over hetzelfde kan praten. Je hebt gelijk binnen de eerste minuut heb je connectie, omdat je steeds met hetzelfde bezig bent. En als je wil, kan je urenlang kan je lullen over... op hetzelfde, want uiteindelijk heb je dan een passie ervoor. Ja, zeker. Ik heb even een vraagje. Even nog een aanvulling daartussendoor. Kijk, Maarten en Paul vinden het zo leuk dat ze gewoon gisteren vanuit Barcelona een vlucht hier naartoe hebben geboekt. Ja. Vanmorgen. Ik ben net aangekomen. Loop het vanuit het hotel. Niemand wil hem ophalen. Vanaf Van der Valk naar hier natuurlijk. Echt wel, ik zou dat niet zo snel lopen. Dat zegt al... dat een hele mooie wandeling. Door VIA, prachtig. Lekker Hollands dorpje. Expose je nou gewoon mijn woonplaats? Jarenlang heb ik mijn best gedaan om mijn woonplaats wij gooit gewoon VIA. Dit krijgt. Nee, maar niet. Tegen de tijd dat dit online is, mijn huis verkocht. Dus dan ben ik weg. Nee, maar dat zegt genoeg. Dat jullie gewoon vanuit Barcelona hier naartoe komen om dit gewoon op te nemen. Ja, dat zegt gewoon echt genoeg hoeveel passie je hiervoor hebt. Ja, zeker. Ja. Oké, als je kijkt naar de ondernemersverhalen van heel veel mensen, is er op een bepaald moment is er een heel duidelijk turning point. Als je terugkijkt naar je journey. Pak Pira, en Pira zei het moment dat hij, jullie kennen het verhaal natuurlijk nog niet, maar het moment dat hij eigenlijk zijn spullen pakte, zijn tas pakte met zijn kleren erin, hij vertrok van huis en hij denkt van ik ben er klaar mee en ik ga een nieuw leven opbouwen. Dat was een heel duidelijk turning point in zijn journey, wat eigenlijk vanaf die keuze alles heeft veranderd. Bij mij was het zo dat ik had mijn eerste maand gehad en het ging prima, €2400 omzet. En ik maakte de keuze van oké, ik ga hier een jaar lang op focussen, ik ga een ticket boeken naar Thailand, een enkeltje, ik weet niet waar ik terecht kom, I don't give a shit. Ik wil mezelf omringen met digital nomads en ik ga er gewoon voor. Als ik terugkijk was dat het moment dat ik denk van oké, als ik die keuze toen niet had gemaakt, was ik waarschijnlijk nu niet waar ik nu ben. Ook omdat tijdens die reis Mitchell Weijerman ontmoet, hebben die cursus gestart, hebben mensen gaan helpen, heb ik heel veel mensen aan mijn netwerk toegevoegd. Het heeft zoveel voor me veranderd, puur omdat ik die ene keuze heb gemaakt. Bij Pira is dat ook zo. Wat zijn voor jullie die turning point momenten geweest? Toen ik echt de commitment maakte van oké, ik ga nu al in, nu ga ik het laten slagen. Nu wil ik echt gewoon ervoor zorgen dat ik onafhankelijk ben, dat ik niet meer... aan het einde van het jaar een gesprek heb met mijn leidinggevende en die dan wel of niet bepaalt. Of die dan bepaalt of jij wel of geen bonus krijgt, of jij wel of niet salarisverhoging krijgt. Daar was ik zo klaar mee. Toen heb ik een commitment gemaakt van oké, dat was in januari. Toen heb ik echt commitment gemaakt van no matter what, ik kies voor dropshippen. 31 december is de allerlaatste dag in mijn leven dat ik ooit voor iemand werk. Die commitment, dat gewoon uitgevoerd en keihard aan de slag gegaan en dat heeft er echt voor gezorgd dat ik het gehaald heb. Maar gewoon die commitment, dat was echt voor mij een turning point. Want daarvoor zat ik een beetje aan te kloten, begonnen wel met dropshippen, maar volgens mij een andere cursus van, ik weet niet eens hoe die heet. En dan probeer je het en dan kom je er niet helemaal uit, loop je er tegenaan, kan je geen website maken en dan denk je, nou ja, laat me zitten. En dan ga je een paar dagen later ga je weer verder, maar dan
probleem is er nog steeds. Dat heb je dan niet opgelost. Dus dat, en dan na een paar maanden denk je van, nee, dropshippen is het toch niet. Ik ga social media marketing ga ik doen. Weet je, omdat je ads gaat runnen voor bedrijven. Ja. Yeah. Nou, dat moest je dus tijdens werktijd doen. Nou, dat kon bij mij al niet, want ik had nog gewoon een fulltime baan. Toen toch gewoon gekeken, ik heb toen de mindset, was het mindset formule? Succesformule met jou. Succesformule, ja. Ja. Die heb ik toen gedaan. Nog voordat ik de Dropship Academy had gejoind. En daar kwam ik eigenlijk achter van, ja, ik weet waarom het niet lukt. Heel mijn mindset is gewoon nog niet op orde. Ik moet nog zoveel dingen fixen voordat ik überhaupt iets kan laten slagen. Ja. Toen heb ik dat, nou, toen ben ik begonnen met doelen stellen, met dingen opschrijven. En toen toch gewoon de keuze gemaakt van, oké, ik ga Dropship Academy ga ik doen. Dat is iets, dat is een bewezen businessmodel. Er zitten zoveel mensen in die resultaten halen. Ik zie dat gewoon. Hè, dat kun je zien, kun je dat gewoon online zien. Als zij het kunnen, kan ik het ook. Want het zijn geen hooggeleerden of wat dan ook. Het zijn gewoon mensen zoals jij en ik. Wel van Maarten. Maarten is uitzondering. Maar goed, die gaat uiteindelijk toch dropshippen. Twee studies in één keer klapt hij er gewoon uit. Dus ja, toen daar vol voor gegaan. En dat was voor mij echt de turning point. Gewoon al ingaan en niet stoppen voordat het lukt. En gewoon echt een commitment naar jezelf maken. Ja. Ja. Dat is een goeie, die commitment voor jezelf maken. Niet denken van, ik doe het even bij. Maar gewoon echt die keus maken van, dit is wat ik gewoon ga doen. Dit is wat gewoon succesvol gaat worden, no matter what. Dus ook voor de mensen die kijken van, misschien zit je nu al in een situatie waarbij je voelt van, ik moet die commitment maken. Ga voor jezelf naar wat die commitment is. Welke keuze je zou moeten maken op dit moment om uiteindelijk te komen waar je wil. En wat je nu nog tegenhoudt om die commitment te maken. Want het is vaak een split second dat je denkt van oké, bam, nu is de knop om. Nu ga ik ervoor. There's no way back. Wat was die bij jou? Heb je echt niet allemaal makkelijk natuurlijk. dropshippen. Hey, Pira. Hey, top per maand. Hij is in de viskraam zijn S op te schalen. Ja, maar dat is echt zo. Met de vis, als je werkt, dan werk je gewoon 14 uur per dag. Dus dan heb je best wel een lange dag. Een soort dropshipper. Een paar uren wel, zeker. Alleen wat ik altijd deed, dus was zeg maar gewoon mijn laptopje meenemen. En dan in de pauze ging ik dan even mijn S opschalen natuurlijk. Maar ja, ik had al maar een half uurtje, dus dan zat ik gewoon tussen de tijd, als ik aan het werk was, even op mijn telefoon te kijken of de sales wel goed gaan en zo. Ja, dat was wel, als dat op een gegeven moment klaar is, is dat ook wel fijn, maar het is ook wel leuk om op terug te kijken, zeg maar. Van ja, je hebt er wel echt voor gestreden, zeg maar. Het was niet makkelijk. Ik wist nog dat ik van Tristan op vrijdag en zaterdag geen berichten kreeg. Ik dacht, gast, waarom beantwoord je niet? Ja, ik heb mijn vishandschoenen nog aan en zo. Ja, anders stek ik mijn telefoon. Nee. Nee, maar toen had ik gewoon, ik had gewoon op donderdag, vrijdag, zaterdag had ik dan niet zoveel tijd. Eigenlijk, ja, als je 14 uur op een dag werkt, dan heb je ook nog sporten 's avonds. Ja, dan heb je 2 uurtjes of zo en dan dat is het. Ja, echt bizar. Ja. Echt bizar. Maar hoe was je tot dat punt gekomen? Want jij was zo, ik wist nog die eerste call dat jij zei, mijn doel is gewoon 100.000 per maand halen. Maar hoe ben jij tot dat punt gekomen van, ik wil het nu doen? Wat zijn de dingen waar jij je aan ergerde daarvoor? Nee, het was niet per se dat ik iets aan iets ergerde of zo, maar het was gewoon meer van het leven wat ik nu leidde. Ik stelde mezelf gewoon de vraag van ja, het leven wat ik nu leid, wil ik dat over 20 jaar nog steeds leiden, zeg maar. Nou, toen dacht ik van nee, ja. En toen op een gegeven moment, toen was ik al begonnen met de Dropship Academy, want dat was voor de coaching, zeg maar. En ja, toen, toen op een gegeven moment gewoon met die coaching gegaan. En ik ben echt kwijt, ik weet niet eens wat ik wou zeggen. Nou, ja, wat was voor jou het, zeg maar, het vuurtje wat het echt deed aanwakken? Dat je, ja, dat je echt moest? Of dat je uiteindelijk, dat moet nee, wel, ja, dat ik moet, weet niet, want ik heb het gewoon ook een beetje van mezelf, denk ik. Ja, ja. Ik hou er gewoon van om heel veel dingen te bereiken en gewoon overal dingen steeds te groeien. Niet alleen zoals business. Maar ook persoonlijk, zeg maar. Daar heeft Pierre ook bij geholpen. Dat was ook heel handig tijdens de coaching. Het was niet alleen coaching voor de business. Het was ook coaching voor een beetje persoonlijke groei, zeg maar. En uiteindelijk heeft dat die mindset wel gecreëerd. Ik denk die gesprekken met Pierre ook. Om die mindset te krijgen, zeg maar. Ja. Dus ja, dat was, ja, mijn turning point. Ja, ik weet niet, dat had ik niet echt. Ja, Pira inderdaad. Jij wist het antwoord al. Ja. Hij zat er de hele tijd op. Ja, maar dit komt.
Nee, maar gisteren hadden wij een gesprek al, dat jij zei van ja, tijdens de 1-op-1 coach, ja, het is meer mindset wat ik aan het vertellen ben dan nieuwe strategie. En vaak is dat ook het verschil. En het wordt nu heel populair gemaakt van mindset, persoonlijke ontwikkeling. Maar het is gewoon echt het allerbelangrijkste. Als je iemand hebt, één persoon met een sterke mindset en één persoon met een weak mindset, ook al heeft de persoon met de sterke mindset minder geld of minder resources, die gaat het altijd winnen. Altijd. Ja. Altijd. Ik denk dat van alle coachings al 70% of 60% echt mindset is. Ja. En vooral in die tegenslagen, dat ik ze echt moet opvangen en zeggen, joh, het valt mee, dit, dat, dat ze weer dat vuurtje kunnen aanwakkeren om weer verder te gaan. Ja. Ja. Elke keer. Maar dat kan heel moeilijk zijn om, want wat betekent mindset voor jou? Dat je gewoon positieve gedachten hebt, dat je er goed in staat, dat je breder kijkt dan wat mogelijk is. Dus ik wist nog toen Tristan zei, ik heb 1K dag gehaald. Toen zei ik, yo, we gaan naar de 10K dag. Ja. In plaats van dat hij denkt, de volgende dag 1K dag, weet je wel. Ja, dus, inderdaad. Dus ja. Echt breder gaan denken dat er meer mogelijk is. En niet dat die gekropte gedachten de hele tijd binnen de kaders blijven, maar echt erbuiten. Uiteindelijk is dat het enige waar je invloed op hebt. En daarom is dat ook zo belangrijk, van er gebeurt iets, van wat zijn jouw gedachten erover? En de gedachten die jij erover hebt, wekt een bepaald gevoel op, dat wekt een bepaalde actie op. En dat gaat uiteindelijk behalen of je er wel of niet doorheen gaat. Ja. Er zijn natuurlijk zoveel mensen met fuck-ups en op het moment dat er een fuck-up is, er zijn altijd twee opties. Optie 1 is een obstakel, hij is groot, bla bla bla, je loopt er weg van. Dat is optie 2, dat is optie 1 en je verliest. Ja, je komt niet verder, dit is gewoon het eind, je stopt. Ja. Optie 1. Optie 2 is, oké, cool, er is een obstakel, nice. Ik ga klimmen, ik ga er omheen, ik ga kijken hoe ik dat obstakel kan overkomen. Op het moment dat je aan de andere kant staat van die obstakel, laat je heel veel mensen achter je. Want je weet, heel veel mensen die gaan niet verder, die gaan er niet overheen. Die vinden dit obstakel veel te groot. En wat gebeurt er? Je hebt geleerd. Ja, zeker. Je bent beter geworden, je bent sterker geworden. Dus of het is sterker worden of het is opgeven. En stoppen en blijven waar je bent en nooit winnen. Ja. Dat zijn de enige twee opties die je hebt. Ja. En dan vind ik het heel knap van jou dat je 77 producten kan testen. En altijd nog die mindset, altijd moet je... Je ziet al het bewijs hier tegen je. Van, oh, het werkt niet, weer geld ingegooid, het werkt niet. Dat is de feedback die je krijgt. Het werkt niet. Ondanks dat jouw realiteit is, het werkt niet. Zul je toch ergens moeten denken van, weet je, ik ga door. Ja. No matter what. En dat is mindset, om zo te leren denken. Ja. En dat is echt het allerbelangrijkste. Want als je dat niet had gehad of ergens een beetje in de twijfel had, zat je hier nu niet. Ja. Het is heel simpel, zat je hier nu niet. De meeste mensen die stoppen of die niet succes hebben behaald, die zijn bij een obstakel zijn gestopt. Er is iets gebeurd waardoor ze hebben gestopt of het überhaupt niet eens hebben geprobeerd. Ja. Dus jij hebt veel geld ervoor nodig, jij krijgt zoveel klanten, jij moet naar de KVK. Ja. Ja. Fucking idiot, wil je een bedrijf inschrijven of niet? Ja, inderdaad. Ja, als je rijbewijs wil hebben, moet je ook naar de RDW. Wat was dan voor jou, zeg maar, dat vuurtje dat je toch van 76 ook nog naar die 77ste... Ja, moet je eerlijk zeggen, ik zag gewoon mensen 10 keer per dag rijden, terwijl mij niet lukte. Toen dacht ik, hoe kan hij het wel, weet je? Weet zelf wat ik ook had. Ik zag een bouwvakker ook gewoon lekker rijden. Daar was ik in Dropship Academy toen al, toch? In die Facebookgroep. Ja, dat is waar. Maar ook destijds... En daarom is dat netwerk ook zo belangrijk. Kijk, als jij 30 producten aan het testen bent en je zit... Dat is ook zo mooi, hè? Dan spreek ik mensen die zeggen van ja, maar mijn vrienden zeggen dat het allemaal niet kan. Ja, als je in zo'n omgeving zit en je vrienden zeggen allemaal het kan allemaal niet en het is allemaal verzadigd en die Joshua Kaats is één grote scammet. En je test dan 10 producten en je krijgt dan als feedback het werkt niet. En die vrienden om je heen die zeggen van ja, zie je wel, het werkt niet, loser. Ja, dat is kans redelijk aanwezig dat je stopt. Op het moment dat jij in een academy komt en je ziet allemaal mensen om je heen, zeker mensen die rond dezelfde periode zijn begonnen. Kijk, jij bent een hele grote inspiratie, want iedereen trouwens, maar er zijn ook mensen die zijn 7-8 maanden geleden begonnen. Op hetzelfde moment als jij, jullie staan op hetzelfde level beginnen in de community. Misschien lukt het andere mensen niet. Jij, bab, 100k per maand. Maar deze mensen kunnen weer naar jou kijken van wacht eens even. Ja, wij zijn op hetzelfde moment zijn we begonnen. Dus het is mogelijk. Superbelangrijk. En dan ga je ook de verantwoordelijkheid bij jezelf neerleggen. Van hij kan het wel, waarom kan ik het niet? Ja. Wat doe ik niet goed? Ja. Wat kan ik van hem leren? Ja. In plaats van, ik heb iets geprobeerd. Ik heb mijn best gedaan. Het zal wel aan het businessmodel liggen. Oh, Facebook ads zijn waarschijnlijk wat te duur. Weet je wel, die onzin. Ja. En daarom is het ook zo belangrijk om jezelf te omringen met mensen die verder zijn dan jou. Of in ieder geval dezelfde mindset hebben. Want anders is het heel erg lastig. Want dan heb je dat effect van het krabbetje. Krabbetjes in de mand. De een probeert naar boven te lopen. Die andere
trekt naar beneden en vervolgens komt niemand uit dat mandje. Ja. Exact verhaal weet ik niet, maar ik snap het hopelijk wat ik bedoel. Geen idee waar je het over hebt. Maar niet. Ik vraag van Nando, die kan het beter uitleggen. maar dat is dus wel heel belangrijk. Om dat soort, en dat, die mensen kun je overal vinden. Ook al maak jouw social media, gebruik dat als soort van motivatie. Ontvolg iedere pannenkoek op je social media lijst. En volg gewoon een aantal mensen die je inspireren. Die jouw bewijslast zeg maar zijn. Ik merkte dat ook toen ik mijn eerste digital nomad trip ging doen in Thailand. Ik heb mijn webshop letterlijk opgezet achter in de klas, zo weet je wel. Elke keer ging ik aan mijn webshop werken. En de gesprekken die ik in de klas had over mijn business, als ik het er al over vertelde, waren heel negatief. En altijd van, boah, het zal wel, maar kijk maar even, weet je wel. Als je dan setbacks krijgt, is het heel lastig om dan alsnog door te gaan. Ja. Toen ik in Thailand zat en ik zat met al die digital nomads, gesprekken gingen alleen maar over business, over marketing, over persoonlijke groei, over kansen, over... Het ging niet over welk diploma je gaat halen, of je nog een master gaat doen, of al dat soort toestanden. Ja. Het was daar normaal dat je een eigen business had. Ja. En dan ga je ook naar gedrag, hele identiteit verandert daarin. Ja, ja, dat is zo. En als je in een omgeving zit waarbij het geen optie meer is om naar een 9 tot 5 te gaan, dan moet je kijken of zo je gaat groeien. Ja, ja. Dat is zo. Ja. Degene die nu begint over een vaste baan, ik heb mijn platte hand. Ik heb een leuke vraag aan Maarten. Heb jij in deze de dropship journey meer geleerd dan je studies? Ja, zeker. Bizar, hè? Ja, ja, bizar. En dat is denk ik omdat wat je leert tijdens studies is heel erg, is super breed, super algemeen. En dat is ook niet dat je binnen een jaar bijvoorbeeld er gelijk iets van kan maken of zo. Je wordt... tijdens een studie word je klaargestoomd om die kennis tijdens de komende 20 jaar te gaan gebruiken. Ja. En op zich kan dat prima ergens wel over 20 jaar kan je op een prima positie zitten. Dat hoeft helemaal niet zo slecht te zijn. Alleen die journey is zo lang. En wat we nu doen is binnen een paar maanden kan je zulke waardevolle skills gebruiken waarvan ik 100% weet dat ik deze, die skills die ik nu heb, meer waardevol zijn dan wanneer ik 5 jaar, ik werk dan bij PwC, als ik daar 5 jaar had gezeten, dan had ik die skills die ik daar had opgebouwd in die 5 jaar. 100%. Ik denk dat iedere business met die skills die ik nu heb kunnen maken, dat die veel meer waardevol zijn, die kennis die ik heb opgebouwd, dan dat ik nog langer die studies had doorgetrokken of dat ik nog langer in die baan had gezeten. Ja. En 100%, ja. Ja. Ik denk dat je bij zo'n baan helemaal geen skills leert. Nee, vaak. Je wordt ingewerkt, maar het is niet dat jij je ontwikkelt. Exact. En je blijft vaak. Nou, dat ben ik niet mee eens. Ik denk dat er heel veel banen zijn met waar je. Maar het is wel heel erg dit natuurlijk. Het is heel erg gericht op die positie. Ja. Met e-commerce, je leert van begin tot eind leer je alles. Ja, maar ik denk wel dat die skills waardevol zijn. Bijvoorbeeld als ik ben nu met een brand bezig, hebben jullie gezien. Ja. Of met, laten we zeggen, Convert Creator, het softwarebedrijf. Ja, ik zou echt goud geld over hebben voor iemand die bij de marketing heeft gezeten voor Shopify bijvoorbeeld. Ja, zeker. Het ligt een beetje aan het aspect, denk ik, wat je ook leert. En voor mij developers in die industrie, dat zijn helemaal mensen die dat zijn super waardevolle skills en super schaars. Ja, kijk, maar de vergelijking met nou, voor het ondernemerschap misschien niet. Wil je eigenlijk zo breed mogelijk inzetten in het begin qua skills die je ook daadwerkelijk gebruikt. Om uiteindelijk ook, we hadden het net over passie, om uiteindelijk ook te kijken van, oké, waar ben ik goed in, waar ben ik niet goed in. Dat je zelf ook beter leert kennen als ondernemer. Er zijn heel veel dingen in de business die ik nu nog zelf doe. Omdat ik daar gewoon heel goed in ben en het leuk vind. En als wij dezelfde business zouden hebben, zou voor jou dat misschien hele andere dingen zijn. Dus het team samenstelling zou er dan heel anders uitzien. Ja, het is meer denk ik waar jullie ook op doelen is dat bijvoorbeeld een software developer, dat is een hele specifieke skill. En als een werknemer dat heeft, is enorm waardevol. Ben ik met je eens. Want mijn studies waren dus international business en strategic management. Dat is het meten. Op alles toepasbaar, het meest brede oor. Je leert niet iets zeg maar dat je op één ding kan toepassen en dat dan heel erg kan opschalen. Nee. En ik denk dat je... En je leert iets en je laat het daarna weer uit je handen vallen, want je gebruikt het niet. Exact. De meeste, denk 90% van wat ik daar leerde, had ik niet aan het eerste jaar dat ik bij PwC werkte, kon ik dat gebruiken. Bijvoorbeeld strategic management, een heel klein beetje in projectjes, maar ook niet het brede wat ik allemaal had geleerd. En ik denk wat ik nu leer, al die verschillende aspecten, dus het bredere aspecten met een bedrijf bouwen als je team en marketing doen en sales en wat maar op, dat je dan op een gegeven moment heel snel al binnen een jaar eigenlijk kan vinden wat vind ik leuk en dan bijvoorbeeld software development of marketing ben je super goed in, dat dat dan je focus gaat worden voor de rest van de business die je daarna gaat bouwen. Ik denk dat dat het waardevolle aspect is, dat je veel sneller weet wat je kan exploiten, zeg maar, wanneer je het Nederlandse woord kwijt, maar
Uitbuiten. Ja, uitbuiten, ja. Ja, dat je dan die skills die je kent, die je hebt opgebouwd, want we leren heel veel waardevolle skills, denk ik, dat je die aan buiten... Ja, toepassen. Nou, allebei nemen samen. Uitbuiten toepassen en dat je die rest... Uitpassen. Dan, uitpassen. Ja. Toebuiten. en dat je de rest dan gewoon kan uitbesteden aan je team. En zoals Tristan dat doet op dit moment met zijn mensen die aanneemt. Het is allemaal veel meer versneld en je komt gelijk achter waar je passie dan ligt. Hey. Dat komt toch terug. We gaan voor passie. Ja, nee, nee. Ik heb opeens een enorme passie voor NFT's ontwikkeld. Ik weet niet waar het vandaan komt. Dat is ook een hekje bedrijf, zeker. Nee. Ik heb van de week nog een meeting voor NFT's. Ah, ja. Oké, nice. George, wat is jouw grootste fuck-up? Ja, goeie. Ja. Goeie. Ja, ik heb wel echt veel fuck-ups de afgelopen tijd. Ja, de grootste. De grootste die financieel het meest impact heeft gemaakt? Oké, laten we zeggen. Nou, dan kom je weer terug op die NFT's. Toen hebben wij echt wel echt astronomisch veel geld verdiend daarmee. Maar wij hebben in die tijd hebben een aantal fuck-ups gedaan. Eén, we hadden weinig focus. Dat we dachten van oké, er komt overal vandaan, we gaan een nieuw project starten. En die focus werd opeens heel versnipperd. Dus uiteindelijk had ik een mega team ook. En die waren allemaal verschillende dingen aan het werken. Twee, we hadden het administratief niet helemaal goed geregeld in de zin van het was allemaal zo vaag dat ik dacht van oké, ik laat het gewoon staan en we laten het uitzoeken en ik zie het allemaal wel. En dat is een cryptocurrency en dat kan twee kanten op gaan. Of het kan keer 5 gaan of het kan gedeeld door 5 gaan. Nou ja, toen is dat dus gewoon te weinig risicomanagement gedaan. Ik dacht van weet je, dat blijft wel even stabiel. Ondertussen moeten we natuurlijk gewoon geld verdienen, projecten onderhouden, nieuwe dingen toevoegen, roadmap uitvoeren. Dus we waren zo erg daarop gefocust dat het geld, de crypto, die bleef maar een beetje in de lucht hangen. En toen gebeurde het negatieve scenario van de twee. Toen ging dat gedeeld door 5 in plaats van keer 5. Die crash had niemand zien. Ik had de crash kunnen zien aankomen als ik meer in die markt zat, maar we waren gewoon echt bezig gewoon op die projecten, we wilden geen risico nemen, administratief en zo, weet je wel. Dus dat is gedeeld door 5 gegaan. Uiteindelijk belasting moet betalen, ook over die hoge koers, dat soort dingen. Door die verspreide focus ook echt tonnen weggegooid. Het ging helemaal nergens over die tijd, dat was echt bijzonder. Maar uiteindelijk ben ik daar heel blij mee geweest, man. Uiteindelijk ben ik daar echt heel blij mee geweest. Omdat het was, en er is nog steeds genoeg over en heel veel staat er nog, dat komt allemaal wel goed. Het was op dat moment zo ontzettend veel geld. Gewoon echt zoveel in zo'n korte tijd. Ik denk als dat keer 5 was gegaan of zo, dan had ik niet meer de motivatie gehad die ik vandaag de dag heb om te werken of om iets op te bouwen, weet je wel. Want het is natuurlijk best wel een rollercoaster. Alles ging omlaag en het is natuurlijk wel weer een beetje aangetrokken en uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Maar ik dacht wel van, zo gaat het naar nul of weet ik wat. En dat was best wel een stressvolle periode. En ik ben daar heel blij mee geweest, omdat ik toch weer dacht, ja, weet je, dit is het ook niet. Ik was mijn passie een beetje kwijt in andere dingen, omdat je natuurlijk bedragen gewend was, weet je wel. Dat was gewoon niet normaal. Dus toen heb ik best wel even in de knoop gezet. Maar ik ben heel blij dat het omlaag was gegaan. Dat ik daardoor wel weer op kunnen denken van, oké, wat wil ik? Waar word ik echt vrolijk van? Geld boeide toen niet meer, want ja, het kwam, alle kanten kwam ik binnen, het boeide niet meer. Nee, het was heel raar om dat te zien. Hadden we een, maar in Dubai, ik had mijn ouders overgevlogen. Vriendin van mijn broertje had ik overgevlogen. En toen hadden we toevallig een lancering. En ik wist nog het moment dat wij die lancering hadden in die Airbnb. Mijn ouders waren erbij. Tot het moment dat ik naar de club ging. We gingen daar eten voor mijn vaders verjaardag. In die tussentijd was er voor mijn deel, dus niet voor het hele project, mijn deel. Ik had een kleine share in dat project. $180,000 aan royalties. Alleen maar aan de secondary sales. Van het moment dat die lancering was geweest, diezelfde avond ging ik even douchen of zo, weet ik veel, tot aan de club, dat. Oh, dus het was zeker op OpenSea en dan gingen ze het weer doorverkopen. Ja, het was net na de lancering, toen door alleen de secondary, zoals mijn aandeel daarvan, mijn aandeel was $180,000. Ja. En dat was echt in een tijdbestek van weet ik veel 2 uur of zo, dus zo gek was dat. Alleen zo. De royalties. Ja. En daarvoor hadden we een lancering gehad, dus je kan je voorstellen hoe... Ja, lijpt dat opeens. Dus dat opeens allemaal geen waarde meer. En ja, dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Maar ik denk, ja, als dat alleen nog maar door was gaan zetten, zou ik mezelf misschien een beetje kwijt zijn geraakt of zo. Dat is wat ik mezelf vertel. En dat is ook een beetje de les die ik voor mezelf probeer uit te halen. En dat ben ik heel blij mee geweest. Dat ik daarna weer gewoon
even een reset heb gehad, zeg maar. En daarna weer gewoon dacht van, oh, ik kan nu veel dingen ook veel meer waarderen. Ik hoef allemaal niet meer gekke shit of zo. Maar dat was financieel wel mijn grootste curse en een blessing tegelijk, zeg maar. Denk je dat het ook komt omdat het te snel ging? Omdat het snel kon, verdwijnt het ook weer snel? Heeft dat er wel Dat wat mee te maken? Ja, weet ik niet. Je ziet dat natuurlijk bij veel jongens terugkomen. Ergens geloof ik er wel in van, het geld dat snel komt, dat gaat ook wel weer snel. Wat ik al zei, ik heb genoeg aan overgehouden. Dat is het niet. Maar ja, ik zie dat wel vaak omheen. Ja, zeker weten. Ja, en focus dan. En focus is ook heel belangrijk, ja. Want het een gaat altijd ten koste van het ander, altijd. Ja. En de reden waarom ik daar in de eerste instantie zo succesvol mee ben geworden, is ook omdat ik die opportunity zag. En ik zat toen in de situatie dat de Academy zo allemaal in principe redelijk automatisch doorliep. Dus ik kon gewoon tegen mijn team zeggen van, jongens, luister, ik heb even een uitstapje. Ik ga me 100% daarop focussen. En de rest bleef gewoon doorgaan, zeg maar. Als het allebei in bouwfases waren geweest, was het nooit succesvol geweest. Dan was mijn focus altijd versnipperd. Dus die focus is heel erg belangrijk. En dat ging ook mis, want het eerste project dat ik zelf heb gedaan, zeg maar, ging echt fucking goed. We hadden echt een statement gezet in de markt. Dat was echt een goed project. Tweede project ook. En ook met de persoon met wie ik het heb gedaan, was dat op dat moment zijn 100% focus. En ik zat daar voor een kleine share in om te adviseren en de marketing een beetje te doen en zo. Alleen daarna werden we een beetje roekeloos. Daarna zijn we dus veel meer kleine dingen gaan doen. En was het ook van, oké, het kan maar niet op. En oh, designen, je wil een collectie maken. Hier, bab, 100.000 euro vangen, weet je wel. Zo ging dat letterlijk. Ik was in een huisje, ging mezelf opsluiten om aan die projecten te werken. En ik zal de naam niet noemen, maar iemand die roept opeens, oh, ik heb even 140.000 aan de Instagram promos gedaan. Die koopt gewoon twee promos op een Instagram pagina, eentje voor 50.000 en eentje voor 40.000 en eentje voor 100.000. Oh, dat wordt dan even zo overgemaakt, zo zonder overleggen. Ja. Dat was de tijd waar we toen in zaten. Maar dat was ook een beetje de tijd van NFT's zoeken. NFT's doen, want toen ging alles in Ethereum toch, en ik heb het dan ook al een paar maatjes gedaan. En dan zie je je ziet zeg maar al die transacties zie je per project. En dan gewoon elke minuut 5 Ethereum daar, 4 niet die, normaal. Gewoon duizend, gewoon ging, achter elkaar, dan weet je dan, het gaat niet meer om geld, dus gewoon. En het ging echt alle kanten op, dat is echt niet normaal. En dan begin je echt dat het besef van geld een beetje kwijt te raken. Ik kocht gewoon geld in zekers. Ik kocht apen van, 3 ton, weet je wel. Ja, 40 Ethereum, ja, Het was er een Bored Ape airdrop, kreeg je die Ape tokens, weet je wel. Volgens mij was dat, als ik het goed heb, ik kan ernaast zitten. Kreeg ik zo'n airdrop van die tokens. Ik bel een vriend van me, ik zeg, joh, heb je ook die tokens? Ja, moet je verkopen, man. Als ik verkopen, dan kreeg ik $53.000. Omdat ik zo'n plaatje van zo'n stomme aap had. Heb je die Bored Ape nog steeds? Nee, ik heb nog een mutant op liggen. Die heb je nog wel, zeker. Ik heb een mutant. Ja, die Bored heb ik al wel voor goede winst verkocht, gelukkig. Daar heb ik wel geluk mee gehad. Mutant heb ik nog wel, ja. Ik zou dat die dat best wel aardig in gekelderd, toch? De hele NFT-markt in elkaar. Ja, Justin Bieber of zo, die had voor 1,2 miljoen eentje gekocht en dat is nu 50.000 waard of zo. Ja, maar ik heb wel niet het idee dat de NFT zo weer terug gaan komen. Kansen. Ik weet niet of het zo gek... Ja, serieus. Ik weet niet of het nog weer zo gek wordt als toen, zeg maar. Want toen zag je ook wel dingen veranderen, want toen ging het helemaal nergens over. Nog gekker. Ik hoop het. Hebben we Pepe gezien? Met crypto is toch vergelijkbaar. Is nog steeds... Al die shitcoins komen ook elke cycle weer. Ja, het is gekhuis. En het wordt alleen maar gekker. Of nou weer echt zo'n project. Dan zou ik echt één dik project willen hebben, weet je wel. Ja. Gewoon echt voor de komende... En dan alleen dat, niet dat nog het andere dingetje aan de zijkant crypto. Nee, dat is ook gewoon één vet project doen, wat ook past binnen het ecosysteem dat we hebben. Ik kan natuurlijk die learnings die je hiervan hebt gehad, wat je net al benoemd, kan je dan mooi meenemen in dat. Dus het kan alleen maar beter gaan, zo je... Ja, het is natuurlijk nog steeds een hele volatiele markt, maar het zal mooi kunnen uitpakken. Wat is nou jouw mooiste moment in je leven geweest, na die turning point die je hebt gemaakt? Dat je echt denkt van, oh, ik was zo blij dat ik toen die turning point heb gemaakt. Poeh, ik denk dat bestaat uit heel veel... Kijk, hoe langer je bezig bent, hoe normaler het allemaal wordt. Weet je wel, als ik vroeger... Stel, mijn eerste business class vlucht, kon ik echt weken naar uitkijken, weet je wel. Ik boekte hem weken van tevoren. Ik ging op Google kijken, zo'n Google afbeelding, hoe die stoelen dan waren. Ik ging op YouTube kijken naar business class. Eva Air was dat toen, reviews, weet je wel. En nu is het gewoon van, ik ga morgen naar Dubai. Ik stuur spraak mee naar mijn PA van, boek even 2 business class tickets, weet je wel. Dat is hoe dat nu gaat. Dus dat merk je misschien zelf ook wel in dingen die steeds normaler worden. Ja.
Maar er zijn toch steeds kleine momentjes tussendoor, wat dan toch weer laat herinneren van, oh ja. Noem eens een voorbeeld. Vandaag bijvoorbeeld. Ja. We zitten hier met het hele team, met allemaal gedreven mensen. Kijk wat we hebben neergezet. Als ik nu terugdenk aan al die momenten, al die dingen voor wat we voor de Academy hebben gedaan. Nu zitten we op dit punt en we gaan nog meer mensen gaan we helpen en we gaan vette dingen neerzetten. En we zitten hier in dit prachtige huis waar ik zo lang voor heb Ik kan van dit moment kan ik echt gewoon een half uur bedenken van hoe vet het eigenlijk allemaal in elkaar is gevallen. En het zijn heel veel dingen. Ik zat bijvoorbeeld een paar weken geleden was ik met mijn ouders in Marbella. Ze hebben daaronder hebben ze ergens een huis gekocht. Ze kwam daar op bezoek en mijn broertje die was daar, mijn familie kwam overvliegen. Dus ik dacht van wow, zo vet dat we dit gewoon kunnen doen. Kijk op mijn telefoons en sales. Ik kan de rekening betalen, weet je wel. Ik kan ze Dom Perignon laten drinken. Gewoon omdat het kan, weet je wel. Dat zijn van die momenten dat ik denk van ja, dit is het wel. Maar die momenten heb ik bijvoorbeeld ook als ik weer op Bali land en ik heb dat scootertje, ik heb die slippers, weet je wel. En dan denk ik weer van weet je, dit was eigenlijk altijd mijn droom hoe ik ben begonnen. Ja. Ik was laatst in Thailand en ik wist nog goed dat ik, toen ik thuis woonde bij mijn ouders, toen liet ik altijd filmpjes zien van, hoe heet dat ook alweer, Beach Hub heet die volgens mij. De coworking space in Koh Phangan, bij Zen Beach, prachtig, aan het water, weet je wel. Ik zat altijd vlogs te bekijken van digital nomads die daar dan vlogden, hoe hun leven daar was. Ik dacht, wow, dat is zo vet. Daar is ook de dropshipping masterclass zeg maar daar ontstaan, op die plek. En ik was er een paar weken geleden, was ik daar weer. Oh, ja. En dat is weer mijn referentiepunt van wauw, hier wilde ik altijd naartoe, hier ben ik uiteindelijk beland. Hele vette dingen zijn hier gebeurd. Daar kreeg ik ook die brief van die advocaat. Oh, yeah. er is een website, dat heet volgens mij dropshipping-nederland.nl. En toen schreef ik nog blogartikelen. Dus daar onderaan zit ergens een blogartikel. Voor de mensen die kijken of luisteren, kijken of ik hem kan vinden. En daar schrijf ik zeg maar een stukje tekst. En dan schrijf ik ook van ik ben nu op Koh Phangan en dit en dat. En laatst was ik daar dus weer, precies op die plek. Sick. Dat zijn ook weer van die momenten dat ik denk van wauw. En zo heb je je hele leven door, blijf je dit soort dingen natuurlijk. Ja, dus het zijn echt van die kleine momenten weer waar je weer terugdenkt aan de... Dat is een andere reden waarom je ermee gestart bent natuurlijk. Dat is goed dat je rijden hebt gezegd. Ja. Ja. En ik wil ook weer terug naar die periode, want ik ben daar gewoon... Je social media, marketing, dan koop je zo'n auto, dan koop je nog zo'n auto, dan koop je dit, en dan koop je dat, dan koop je zus, dan koop je zo, maar onderaan het scheep koop je alleen maar hoofdpijn en gedoe. Ik heb nu gezien met het huis, als je er een keer weer vanaf wil, dan kost dat ook weer allemaal bakken ellende. En ook als ik door het huis heen loop, ik keek een filmpje van toen ik het kocht, weet je wel, hoeveel ik heb verbouwd en dat soort dingen. Ik wil gewoon weer terug naar die basic digital nomad Josh, weet je. Gewoon lekker met mijn laptop, bab, nergens over nadenken, gewoon lekker businesses bouwen. Wil je naar het strand, ga naar het strand, nieuwe mensen ontdekken, lekker trainen. Nee, dat vond ik wel ziek, want toen ik hier voor het eerst kwam, toen zag ik natuurlijk dat huis, Lambo voor de deur, Ferrari voor de deur. En dacht ik van, wow, maar Joyce, dit is zo vet. Maar dat jij toen eigenlijk tegen mij zei, dit is allemaal heel mooi, maar ik ben het gelukkigst met een scootertje in Thailand. Ja, maar dat is echt zo. Dat is echt zo, man. Ja. Uiteindelijk is dit over een tijdje, kijk, ik moet morgen weer... Nou, dat hoef ik niet te doen, gelukkig. Maar ik moet morgen wel nadenken over, oh, er is een troep hier, weet je wel. Ja. Of oh, er gaat iets kapot, of weet ik veel wat. Of elke keer als ik in het buitenland ben, dan is het een zonde dat dit leeg staat, dat die auto's voor de deur stonden. En als ik mezelf afvraag van waar deed ik het allemaal voor, was het niet dit, was het voor vrijheid. Ja. Natuurlijk is het leuk om even gehad te hebben. En misschien komt het ook, ik heb wel weer een Lambo of zo in Dubai, maar... Ja? Nice. Ik mis wel die Ferrari, man. Ik zei net ook tegen die jongens, die Ferrari was wel echt mooi, man. Maar ik heb een Lambo besteld in Dubai, die is... Oei. Was het nou die boot uiteindelijk? Nee, het is geen boot. Nee. Het is geen boot. Zo, dan ga je samen met McGregor. Kan je zo het is een Lambo die heeft niemand. Nice. Echt niemand. Ook niemand geraden uiteindelijk? Je had op social media had je gevraagd om iemand te komen halen. Ga ik geen antwoord geven. Oké, fair enough. Wel kleur. Maar hoe bedoel je, die heeft niemand. Is er maar één Lambo op de wereld? Van die... Nee, ze hebben wel meer van... Het heeft... Laat ik het zo zeggen. Geen YouTuber of zo. Laat ik het geen zo zeggen. Ik ga één hint geven, daarna ga ik nul vragen. Wij hebben voor, giveaway. De grootste giveaway ooit. Ik ga een paar hints geven. Hij is nieuw. 0 kilometer op de teller, gewoon niks. Ik ben de eerste die hem heeft. Dat is schijnbaar dus wel bijzonder. Dat wist ik niet. Wat? Nou, dat je... normaal gesproken dus een Lambo... niet nieuw koop. Ja, dat gebeurt dus vaak. Ja, dat wist ik niet. Ik dacht, iedereen koopt toch gewoon nieuw, maar... Nee, dan moet je al lang wachten.
Ah, je moet gewoon pre-order niet, maar... Nou, bij nieuwe modellen wel. Bij nieuwe modellen weet je soms dat het een beperkte oplage is, dan kan je dat bestellen. En dan kan je ook niet zomaar doen. Als je klant bent van Lambo, dan krijg je weer voorsprong. En je wordt dan ook, volgens mij, als je een nieuw koopt, word je ook uitgenodigd in de fabrieken in Italië. En dan zie je ook wie er in je auto werkt. En dat is best wel een vet proces. Eigenlijk weer dezelfde strategie als make before you sell. Sell before you make. Sell before you make. Sell before you make. Ja. Maar anyway, 0 kilometer... Niet ik er bijna te zeggen. In ieder geval geen enkele influencer in Nederland heeft hem. Geen enkele. Sick. Niemand. Maar welke kleur dan? Ja, ik zou net zeggen. Oh, ik zeg net. Het is de laatste hint. Ik Niemand heeft hem. Ja, in Nederland. In Nederland. Ja. Nederland. Ik Dubai? Ken ook geen persoon persoonlijk of van internet die hem ook heeft. Oké. Nice. Oh, gewoon netwerk. Dus we moeten Nando raadplegen. Ja, Nando. Weet Nando dat soort dingen al? Nando is op de hoogte. Nando is afgeschermd. Ja. De speciale sectie van Nando. Die kan je aanroepen met een speciale prompt en dan geeft hij al mijn secrets weg. Dus ga naar www.nando.ai/trial. Maak een account aan. En dan wie weet vind je de geheime prompt wel. Heb je ook zo'n nummerplaat gemaakt met Joshua? Nee, ik denk dat de Dubai Police daar niet heel blij mee is. Hoeveel nummers komen er op je kentekenplaat? Eentje. Eentje? Nee, natuurlijk. Wat dacht dan? Nee. Dat zou die duurder zijn dan de auto, dat vind ik een beetje zonde. Je nummerplaat is 100 miljoen. Ja. Dat zou wel mooi zijn. Ja. Kan je sommige landen wel doen, toch? Je eigen nummerplaat te maken. Ja, België ook. België ook, ja. Ja, zeker. Oh, echt? Ja, ja. Gewoon. Ja. Ja, is nooit opgevallen met nummerplaten met weet ik veel Peter of zo. Nee. Nee, man. Ja, ik ben ook, ik kom ook nooit in België, moet ik eerlijk zeggen. Sorry voor de Belgen daar, maar nee. Wel naar Bali ook volgend jaar. Ik wil dat leventje wat jij hebt gehad en dan hoop ik misschien weer een keer terug gaat hebben. Vanaf volgend jaar, dat is mooi wat we nu kunnen doen natuurlijk. Baan opzeggen. We kunnen ook gewoon volgende week naar Bali gaan. Ja, ja, nou kon het, maar ik zit dus ook wel interessant misschien voor de mensen thuis, maar ik zit nog steeds gewoon op het moment dat we deze podcast opnemen, nog steeds aan een 9 tot 6 vast. Kan dus ook gewoon met dropship ernaast. Maar, nu komen we overmorgen gaan we ontslag nemen. Hey! Hey! Lekker! Lekker, man! Ja, ja, ja. Nice. Lekker, man. Lekker. Ja, dus eigenlijk wat jij ook eerder zei, uitkijken naar die milestone dat je... Laatste moment dat je nog... Wanneer ga je ontslag nemen, zei je? Overmorgen, woensdag. Nou, dan kunnen we volgende week naar Bali, toch? Ja. En nee, ik zit, ja, dat zit je al met de baas 30 dagen termijn opzicht. Ja, en als je dat nou niet doet? Ja, wat gaan ze doen? Ja, wat gaan ze doen? Het staat in je contract, dan kunnen ze gewoon... Je werkweigering, dan kunnen ze gewoon rechtszaak starten. Dus dat doe ik maar niet. Okay. Dat heet werkweigering, ja. Hey, nice. Dus, lekker, man. Ook leuk om hem te weten dat het werkweigering is. Je kan het wel een beetje forceren, dat kan wel. Ja, en ik kan mijn vakantie daar weer opnemen. Dus als je wil, Joshua, dan meet de volgende keer in Bali. Nee. Volgende week. Volgende week. Ja, vet zou zijn, dat we nu gewoon zeggen van, joh, boek gewoon een ticket naar Bali. Het kan, in principe, ik zou jullie het allemaal bij spreken gewoon kunnen doen. Ja. Toch? Ik helaas niet over mijn tijd. Ja, ik ben in Brugge, joh. Ja, goede reden om je weg te gaan. Joshua, heb je andere ervaring. Heb een goed team? Of net terug kan ik jou wat lesjes meegeven. Ja, okay. Zo, ja. Zo, ja, Nederland en weer weg. Zo'n mooie milestone, zoals jij het ook zei, Paul. Maar wel een mooi moment. Liverpool, e-com en there's no way back. Hè? Zorg, eerste keer Bali. Ik heb wel een lijst met tips voor. Heb je, ja, heb ik je een vriendin? Ja, man. Ja. Dus, gaat die mee? Die gaat mee. We gaan het samen doen. Ja. Dat is veilig. Ja. Dat scheelt al de helft aan focus verlies. Ja? Ja. Veel afleiding daar. Ja. Veel afleiding daar, ja, zeker. Ja, ik wil het gewoon wel juist. Dus ik zou wel je business gewoon goed, zeg maar, automatiseren. En ja, ook goed zorgen dat je vanaf het begin daar al goede routines hebt. Want het is heel makkelijk om, zeg maar, te slacken in Bali, hele Bali leven. Want er is daar een feestje, daar een feestje, daar een feestje. Dan is dit daar, dan is dat daar. Dan voor je het weet, geef je een waterval, een vulkaan, weet ik van. Zeker de eerste keer, weet je. Want je wil niet, de eerste keer dat je daar komt, ga je niet de hele dag op die computertje zitten. Nee, ja, dat laat ik dus ook. De eerste keer wil je allemaal dingen doen. Alleen, ja, het is wel belangrijk om dus elke dag even een paar uurtjes wel op je laptop te zitten. Ja, namens die routine belangrijk. Gewoon, ja, een goede weg. Lekker. Gewoon echt zeggen van vanaf het begin, ga gelijk de routine erin. Dan heb je genoeg tijd over. Is ook de insane. Nee, maar je deed het gewoon in mijn hotelkamer. We willen gewoon pas vanaf één plek werken. Nu alles, de hele business zo inrichten dat het dan... Je laptop op zitten. Het is een podcast.
Niet altijd door elkaar. Oh, sorry. Ik was helemaal vergeten. Doen we ook plaspauze in de podcast? Nee, zeker niet. Nee. Dat is werkweigering. 30 dagen niet na. Nee, we zijn van plan om de januari te gaan. Dus dat jullie ook zeggen, gewoon de business zo goed mogelijk inrichten. Team aannemen en de routines alvast klaarzetten. Dat je het daar gelijk kan gebruiken. En ik wilde ook straks even aan jou vragen. Als je tips hebt, maar ook anderen. Maar je hebt mensen al gesproken. Jan heeft ook al een x-aantal keer gezeten en zo. Dus iedereen heeft die Bali-ervaring volgens mij al gehad. Voor mij is onderdeel van de e-com funnel ook. Ja, moet je even doen. Iedereen gaat met zijn allereerste winst gaan ze naar Canggu toe. Om daar, En dan uiteindelijk de tweede is Dubai zeker. Eerst Bali, dan Dubai en dan kijken welke kan beste van. Dan kan ik eerst naar Dubai gaan. Ja. Net wat je past denk ik ook. Het is op de route, dus je kan ook Dubai tussenstoppen. Ja, tussenstopje pakken daar. Nee, je geld uitgeven dan met de leftovers, dan kan je in Bali. Ga je daar in de hostel slapen? Elke week Dubai zeg maar, dat is 4 weken compenseren in Azië. Ja. Ja, dat is wel een beetje de e-com route. Ja, man, ik denk dat iedereen het een keertje moet gevoeld hebben, toch? Dat je doet het uiteindelijk om die vrijheid. En dat je dan gewoon daar is met een prachtig uitzicht, laptopje, daar wat sales ziet binnenkomen, je eerste producten weer online zetten, wat dan ook. Opschalen is natuurlijk nog het mooiste. Dat is gewoon wat je waarvoor je doet. Ja. En dan maar kijken of het bevalt of niet. Heel veel mensen zeggen soms ook van ja, zo lekker als je dan terug in Nederland bent, gewoon monk mode, wat jij dan soms doet. Dat je daarop kan terugvallen. Monk mode kan ook ergens anders, dat ben ik achtergekomen. Alleen niet midden in Canggu. Nee, niet met de drukte om je heen. Nee, dat moet je niet hebben. Nee. Maar wat doe jij het liefst dan? Wat bevalt voor jou het beste? Verschilt man. Maar waar ik lekker op ga is gewoon een plek waarbij ik veel routine kan doen. Yeah. Zonder te veel afleiding. Dus ik vind bijvoorbeeld Thailand heel chill. Want dan kan je overal Muay Thai doen. En dan als ik de dag al begin met Muay Thai, dan zit ik al in een bepaalde mindset. Yeah. Als ik dan op een of andere eiland zit zonder feestjes en dat soort dingen. Dan... En Dubai? Is dat... Geen clouding. Ligt eraan. Als je daar voor de eerste keer komt, waarschijnlijk onmogelijk. Maar nu, kijk, ik woon in Citywalk. Okay. En gewoon een chill appartement, eigen werkplekje daar al. Aan de overkant van de straat is een mall met alles wat je nodig hebt. Sportschool aan de overkant van de straat, weet je wel. Is er zelfs sportschool in mijn eigen gebouw. Ja. Dus gewoon boodschappen bestellen, dan kan het wel. Maar net wat je... Als je daar voor de eerste keer komt. En het is ook nu, kijk nu, ik kom er net vandaan. Maar het is nu zomer daar in Dubai. Dus iedereen die normaal gesproken in Dubai woont, die is weg. Mensen gaan niet op vakantie naar Dubai toe. Maar ik ben ook wel eens een week in Dubai geweest. Ik dacht van monk mode, waar komt die even een weekje? Die komt even een weekje, die komt even een week. Maar die willen allemaal die highlights doen. Ja. Dat is moeilijk. Ja. Het is maar net welke dagelijkse routine je voor jezelf kan starten, zeker of niet. Want nu heb je, ik zag ook wel op je Insta dat je het wel redelijk te pakken had, toch? Dat je ja, zeker weten. En hier weet ik het ook gewoon. Hier is gewoon wat wakker, wat naar kantoor en gewoon werken. Ja, geen afleiding. En die heb ik niet de behoefte om gekke dingen te gaan doen of zo. Hier is het alleen van, als mensen zien dat ik in Nederland ben, dan is oh, even meeten. Ja. Ik vond dat los ik allemaal in één keer op met de barbecue vanavond. Ja. Makkelijk en leuk. Ja, zeker. Maar het beste werkt voor mij gewoon buitenland, ergens, vette villa, het liefst nog met personeel en zo erin, weet je wel. Dat je echt nergens over na hoeft te denken, dan is het gewoon wakker worden, werken, joke voor koffie. Ja. Kijk, super veel gedaan krijgen al in de ochtend natuurlijk. Nou, als je dan alsnog wil in de middag of in de avond, weet ik veel, etentje of zo, dan kan het ook gewoon, toch? Ja, en voor mij werkt echt gewoon een plek met weinig bekenden, man. Ja, in Bali is dat onmogelijk. Je hebt altijd wel mensen die wat willen doen, of die zeggen, kom hierheen, kom in. Vroeg of laat ga je slekken. Ja. In ieder geval ik. Ja. In Nederland ook, heb je ook vroeg of laat ook mensen die willen meet of weet ik veel, dan ben je de hele dag bezig. Daar gewoon op een plek waarbij je niemand kent, waar je gewoon lekker in je focus kan zitten. Dus dat je ook Barcelona, hè? Ja, ik ken er nog weinig. Dus is, je hebt gewoon heel veel focus. Ja. Eigenlijk elke dag wel, weinig afleiding. Ja, dus ik had in het hotel wel veel afleiding, zeg. Ja. Wat ik Zo, hoe was dat uiteindelijk? Moet je ook meegemaakt hebben. Ja. Was het uiteindelijk gewoon een prima hotel dan? Ja, natuurlijk, het was een prima hotel. Maar wel hij liep zo door de gang niet. Nee, het was wel een prima hotel, maar wel gewoon wel een beetje, ja. Je merkt wel echt dat het een, Ik wist nog dat jullie wc niet indeelden. En de lift.
Dat die deur niet op slot kon. Nou ja, die deur kon niet op slot. Je kon door die deur heen kijken. Ja, dat zou ook alweer een functie hebben. De bar. Dus ik woon bij de bar. Ik kijk op de bar. Het is gemaakt van condooms. Er lagen condooms op mijn nachtkastje. Er liggen allemaal seksattributen naast de receptie. Je wordt zeg maar zo aangekeken. Zo, weet je, als je daar door dat ding heen loopt. Door mannen. Ja, ik voel niet heel chill. Alles is een ervaring, toch? Ja, nee, zeker weten. Er zit op 1:50 dus ik zou... Oh jezus. 1:50? Oh, lekker. Oh joh. Wie dit afkijkt, joh, die krijgt echt een korting. Nieuwe kleine kortingscode. Ja, nee, dat was mijn hotelervaring. Nou, het was wel echt een top weekend, toch? Pas, ja, dat zeker. Dat is de grondlegging geweest voor wat we dit weekend, deze dagen. Kan snel gaan, hè? Zo, echt zo. Ja. Uiteindelijk... Een maandje geleden zaten we allebei nog geïsoleerd eigenlijk. Jij zat daar en ik zat daar. We kenden elkaar nog niet. Nee, en nu zit je hier. Nu een maand later zit je hier met een heel team. Ja, nice. Dat is wel vet. Hierdoor duurt het dus aan. 50 minuten. Ja. Volgens mij betekent dit iets van... Kappen ermee. Concentratie. Zullen we afronden? Moet dorst. Ja. Ja, zullen we nog iets doen voor de mensen die... we moeten even ons bootfeest nog gaan doen. Ja. Wat betekent netwerk voor jullie? Nou, dit is alweer een uniek voorbeeld. En ik denk ook trouwens in Barcelona, een paar weken geleden. Netwerk is... ik denk dat ik het voornaamste voorbeeld ben waar ik het zo onderschat heb. Ik ben best wel extravert persoon. Maar wanneer het mij zeer uitkomt, ook enorm introvert. Moet je net dropshippen lekker achter je laptop. Ja, dan is het best lekker, want dan realiseer je pas, heb helemaal niemand nodig, denk je dan. Ja. Maar echt, dat netwerken, als je op een gegeven moment wilt mensen komt te zitten, je maakt je eigen groepjes op WhatsApp of zo. En wat jij aan het begin ook zei, dan kan je vragen stellen. En voor je het weet, binnen 5 minuten heb je een probleem opgelost waarvan je op een gegeven moment echt denkt, shit, dit kan me wel dagen gaan kosten. Dat is alleen al uniek, je maakt nieuwe vriendschappen waarmee je alleen met mensen op hetzelfde kan levelen. En als je dat niet doet, dan kom je denk ik op een gegeven moment in een hele eenzame bubbel terecht. Ja, want het is uiteindelijk jij in je laptopje. Er zit niet zoveel omheen als je het niet opzoekt. En dat netwerk is echt super waardevol, man. En uiteindelijk, stel je wil een nieuwe business opzetten of je wil iets unieks weer gaan doen. En je hebt zelf niet alle skills, dat heb jij natuurlijk gedaan met je huidige business. Dus dan kan je even belletje doen. Wel als je weet dat iemand erin geïnteresseerd is of die heeft een bepaalde skill. En voor je het weet kan je bij spreken morgen een nieuwe business opzetten. Al dat soort dingetjes zo waardevol. Zeker. En ik denk dat heel weinig mensen of heel veel mensen zitten met nog niet de juiste mensen om zich heen. En het kan best lastig zijn van waar vind je nou andere succesvolle ondernemers. Of in ieder geval ondernemers met dezelfde mindset. Ja. Daar hebben we iets voor. We hebben namelijk een heel vet event. Dit is de allerderde keer. Nee, volgens mij de vierde keer zelfs als we dit event organiseren. Het is een jachtfeest in Rotterdam. Op 23 september van 3 tot 11 hebben wij een jacht tot onze beschikking. Super luxe jacht, 45 meter, 3 verdiepingen, champagne, oestermeisje, luxe diner, hapjes, drankjes, alles zit erop. Voor de eerste keer gaan we ook een spreker uitnodigen. Dus een hele waardevolle spreker. Ik organiseer dit met een... goeie vriend van mij, Sven Bosgaard. Supergoed in de e-com, heeft een brand. Daar word je bang van als je zijn nummers hoort. En wij doen dit ook zelf om ons eigen netwerk ook uit te breiden. Want wij merken ook van, als wij daar zijn, ontmoeten we ook weer nieuwe business partners, nieuwe vrienden, nieuwe relaties, alles erop en eraan. Dus ook voor ons is het super waardevol. Dat is ook de reden dat wij dit organiseren. En er komen 200 online ondernemers. En die online ondernemers, dat zijn of beginners, of mensen die miljoenen euro's per maand doen. En eigenlijk alles ertussenin. Alles komt daar langs. Mocht je daar nou bij willen zijn als trouwe luisteraar van Podcast X. Er staat een linkje onder deze video. Waarschijnlijk wordt het alleen maar een beetje gepromoot in de inner circles. Omdat we heel beperkt zijn met de plekken. We hebben 200 plekken. Tickets zijn €200. Er zit voor ons geen verdienmodel aan. Wij willen gewoon uit de kosten komen. Dus dit is ook letterlijk wat het kost om het te organiseren. Dus weer erbij zijn. Link in de beschrijving. Nice. Doen. Erbij, hè? Ja, nice. Zeker man. Bootfeestje, wat cool. Gaat gaaf worden, denk ik. Ja. Wat weer een andere setting. Is weer wat anders dan hier in het dropship mansion, maar ik denk wel een hele waardevol. Ja, het is niet zo'n netwerk evenement waarbij je zo in zo'n hoekje zit met je kaartje zo. Hé, hey, doe je ook wel dropship? Hè? Want product maar het is ook gewoon gezellig, toch? Het is gewoon gezellig, dat is het. En dan leer je de mensen kennen, dan bouw je netwerk op door gewoon gezellig te doen en niet zo'n stoffige kutnetwerkborrel.
Dat gaan we niet doen. Hey, wat voor jou elkaar? Ga je ook zo? Weet je het al of je gaat? Nou, we gaan het wel laten lukken natuurlijk. Ik denk dat we gewoon weer van Barça komen over om dit mee te maken. Ja, en gaan we, zeker... we hebben nog iets vet voor de allereerste keer dat we dit doen. Ik weet niet of er nog plekken zijn. Stel, je zit met mij, je zit met Sven hier zo en je zit met nog 10 anderen ongeveer, 14 anderen. Zit je aan de tafel, lekker te lunchen voordat het event begint. We gaan een deep dive doen op jou als persoon, op jouw business en we gaan gewoon lekker met elkaar masterminden. Die optie zit er ook nog bij. Dus als je zometeen een ticket gaat bestellen voor het exclusive e-commerce event op 23 september. Als je dat zometeen gaat doen, heb je onderaan een optie van klik hier voor een mastermind lunch. Die optie zit erbij. Dit is alleen voor de mensen die denken van ik wil echt even een leveltje dieper. Ik wil een diepere connectie met jullie ook. En ik wil jullie ook beter leren kennen. En ook de mensen die ook net zo gek zijn om hierbij te zijn. Investering is €500. Voor sommige mensen zal het zijn van oh, €500. En voor heel veel mensen die denken van oh, lachertje, is het natuurlijk is het natuurlijk zeker waard. Want ik weet zeker dat het dit 10, 100 of 1000 fout terug gaat komen. Maar het is gewoon een filter voor ons dat wij aan tafel willen zitten met mensen die even een extra commitment tonen. Even laten zien van wij zijn serieus. En dat soort mensen willen wij ook aan tafel hebben. Dus je hebt zometeen twee opties. Of je meldt je even aan om erbij te zijn voor de normale ticket. Of je zegt van, ik wil de verdieping in, ik ga all in, ik maak die commitment waar we het over hebben gehad. En ik ben ook gewoon bij de Mastermind Lunch. Yes. 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 Mooi. Ik zou het doen. Ja. Slechts zonder twijfel. Weet niet hoeveel plekken. 15 max in ieder geval. Ja. Oh, die gaan er snel doorheen, gok ik. Ik heb ik heb net nog, net nog eentje binnengekregen. Ja. Terwijl het niet echt promoten of zo. Danny is er ook bij, toch Danny? Ja. Danny. Met de high-tech studenten. Alle twee? Voor dit lunchje. Oh ja, we moeten even kijken of we de lunch samen doen of apart doen. Ik denk dat het samen wat interessanter is. Ik vind het echt heel speciaal. Ik denk het ook. We gaan nog wat samen doen, komt goed. Alright. Jongens, willen jullie nog wat kwijt? Gewoon beginnen. Nice. Voor degenen die nog niet begonnen zijn, gewoon doen. Het gaat je leven veranderen als je committed bent. Wil je het? Dan word je wel committed, zijn. Ja. Als je denkt van ik ga het misschien even proberen, is te vrijblijvend, gaat het niet lukken. Nee. Volle bak, ja. Echt 100% elke dag. En dan kan iedereen het, dat is het belangrijkste misschien wel. Iedereen kan het. Iedereen, ja, 100%. Ben je er heel bij? We hebben Dropship Academy X, als dit online komt, is dat wel gelanceerd denk ik. 6 maanden traject, in 6 maanden gaan we van level 1 naar level 2, naar level 3, naar level 4, naar level 5, 500k. Gaan we ervoor zorgen dat je er zo snel mogelijk omheen, doorheen kunt. Deze man help je, de rest van het team help je. Ik ben erbij. En ook voor 1-op-1 coaching kun je bij hun allemaal terecht. Ciao, ciao. Yes. Ja. Link in bio.